Goedemiddag allemaal. Goedemiddag bij de zoveelste aflevering. Ik hou het niet meer bij van Politiek Café Piment. Het is vandaag een bijzondere Piment, want we hebben hier ook, bieden we podium aan de Nationale Sportweek. De Nationale Sportweek dacht, oh, wacht eventjes. We hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in huis bij Piment. Dus wij haken aan. Dus het wordt straks ook nog heel erg feestelijk en misschien ook voor die tijd wel. De mensen die hierover willen twitteren, jullie weten het, de mensen die vaak komen, weten het wel. Het paswoord is theater van het jaar. Theater van het jaar. En de hashtag is POCA met een C, Piment. Ik ben hartstikke blij dat jullie allemaal zijn, maar ik vind het vooral heel erg leuk dat het team van Politieke Junkies, een andere politieke show waar ik aan mee mag doen, aan de andere kant van het land er ook is. Waar zitten jullie? Wow, Politieke Junkies, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, niet dat jullie minder welkom zijn hoor, absoluut, absoluut niet, absoluut niet. Goed, even kijken, wat gaan we doen? We gaan praten met minister Schippers, dat weet u allemaal natuurlijk. Maar ik wil even van u weten, wie is hier voor de eerste keer? Ja. Politieke Junkies. Maar de meeste, en wie komt hier al vanaf 5 jaar geleden, toen wij starten? Ah, wat zijn jullie toch trouw? Vind ik echt waar. Vind ik echt hartstikke lief. Goed, we gaan beginnen. En mijn co-host vandaag is Hella Huuk van de RTL Z en RTL Nieuws. Ik vraag haar nu naar voren. Hella, je bent hier al eerder geweest. En nou, de meeste mensen kennen jou van het scherm of van hier. Jij bent met een nieuw programma bezig, of nieuw. Het bestaat al een tijdje, Toekomstmakers. En ik vind dat zelf een waanzinnig goed programma. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, het is een programma over innovatie en ondernemerschap. En het idee was geboren na de financiële crisis. Want er was alles zo negatief en zwart. En dat is allemaal ellende. Ik dacht, nou ja, er gebeuren ook wel leuke en goede dingen in Nederland. Dus ja, daar gaat het programma over. En ja, ik weet niet of mensen het hier meegekregen hebben. Maar na de zomer wordt RTL 7 een 24-uurs zender. Dus dan is het de bedoeling dat het programma naar de avond gaat. En dan wordt het een half uur. Dus we zijn nu heel erg aan het brainstormen van ja, hoe gaan we het dan doen? Want dan wordt de opzet waarschijnlijk iets anders. Ja. Dus daar, ja. Spannende tijden, een 24-uur nieuwszender. Dat, een nieuwe vier, dat is wel grappig hoe dat gaat in de media. Want het persbericht zei officieel een nieuwe 24-uur zender. En dat is wel iets anders dan een 24-uur nieuwszender. Oh, dat zei ik ook altijd, maar dat is niet zo. Nee, je moet niet denken dat het een soort van CNN wordt, maar er komt wel meer ruimte voor. Het wordt wel nieuws gerelateerd, maar ze kunnen ook documentaires zijn of meer achtergrond. Maar het is niet alleen maar rolling nieuws, 24-uur nieuws. Dat wordt het niet. Maar jij gaat met je toekomstmakers een half uur krijgen? Ja, dat zit er wel in, ja. Ja, ja. En er komen sowieso heel veel nieuwe programma's ook voor de avond. Dus iedereen zit nu. We hebben bijna geen tijd meer om nieuws te maken. We zitten allemaal in werkgroepjes aan die formats te werken. Dus dat wordt wel heel spannend dadelijk. Mensen, als jullie op willen knappen in tijd dat je denkt, ik voel me een beetje somber, het is buiten rot weer of zo. Kijk naar toekomstmakers. Ik fleur er altijd zeer van op. Dankjewel. Gaan we vastzitten. Ja. En dan nodig ik nu heel erg graag uit minister Ede Schippers. Welkom. Ga nu zitten. Nou, mevrouw Schippers, dat was een zeer warm welkom, hè, buiten. Ja, ik begrijp dat ook wel. Er zijn heel veel veranderingen. Heel veel onzekerheid brengt dat altijd met zich mee. Ook in het begin moet iedereen wennen aan wat krijg ik nou en is dat eigenlijk wel terecht. En het wordt overal weer anders gedaan, dus ik begrijp dat best wel. Ja, ja, maar u kunt moeilijk ook zeggen van nou, ik begreep echt geen bal van die actie. Maar het was natuurlijk wel een hele lieve Achterhoekse actie, want ik zie geen tomatensporen op uw kleding of u bent er behoorlijk goed van afgekomen. Hè? Nou, gelukkig is dat in heel Nederland gebeurt dat meestal niet. Ik heb nog nooit een tomaat, wel figuurlijk, maar nooit letterlijk ontvangen. Oh, hier dus ook niet. Maar even, u vertelde zojuist, er was ook een mevrouw van 90 die naar u toe kwam. Met tranen in de ogen, geen huishoudelijke hulp meer. Dat lijkt me toch behoorlijk vervelend voor jezelf ook. Behalve minister ben je ook mens. Tuurlijk, je kunt je dat ook heel goed voorstellen.
We zaten in met een probleem dat we via de AWBZ, waar de ouderenzorg door geregeld wordt, inmiddels al 20 miljard schuld hadden opgebouwd, omdat de premie niet hoog genoeg is voor de uitgaven die worden gedaan. En ieder jaar dat je daar niks aan deed, kwam er 3 miljard extra bij. En op een gegeven moment moet je dan met elkaar zeggen, dit is gewoon niet houdbaar voor de toekomst. We krijgen meer ouderen, dus die 3 miljard gaat alleen maar groeien. Dus dan is het een zaak dat je zegt, ja, dat moeten we aanpassen. En hoe doe je dat op de meest slimme manier? En dan is ouderenzorg verzorging, hè, want de echte gezondheidszorg, die is gewoon naar de zorgverzekeringswet gegaan. Maar de verzorgende taken, de huishoudelijke taken, die nu echt naar de gemeente zijn, begeleiding, dat past ook het beste bij de gemeente. Dat past ook eigenlijk veel beter dan dat het Rijk dat doet. Maar ik wil het over het onderwerp niet al te lang uitweiden. Ik wilde gewoon weten, als een mevrouw dan tegen u met tranen in de ogen 90 jaar vertelt, ik heb geen huishoudelijke hulp meer. Denkt u dan toch niet heel erg stiekem? Of gemeente, jij regelt dat niet goed? Of hebben wij misschien te veel gehaast? Of denk ik totaal niets? Nee, zolang als ik betrokken ben bij de politiek, in 1993 begon ik, was de onhoudbaarheid van de ouderenzorg het grootste topic. Je zag dat ook in de internationale studies, dat Nederland daar echt veruit het slechtst presteerde. En dat daar iets aan moet gebeuren was niet echt onverwacht, want daar zijn al vele verkiezingen strijd om gevoerd. Wel is het zo, als het daadwerkelijk gaat gebeuren, gaat het altijd te snel. Want op een gegeven moment beslis je en dan gaat het gebeuren. En natuurlijk heb ik dat ook als ik een mevrouw zie met tranen in haar ogen, dat ik bijna zin heb om zelf even die stofzuiger door dat huis te halen. Echt? Ja, uiteraard. Dat hebben we toch allemaal als je zoiets tegenkomt. Maar uiteindelijk is dat niet de oplossing dat ik dat bij iedereen ga doen, maar de oplossing zit hem er dan in dat je denkt, ja, gaat het daar goed? Ik kan dat niet helemaal goed beoordelen, ik kan de individuele situatie van die mevrouw niet beoordelen. Het enige wat ik kan doen is het team wat wij daar nationaal op hebben zitten, erop wijzen van, goh, ik heb een aantal gemeentes gehoord, willen jullie daar nog eens extra naar gaan kijken? Gaat het daar goed? Of hebben ze een beetje ondersteuning nodig? Okay. Nou, dat heb ik ook toegezegd dat we dat in ieder geval gaan doen. Oké. Okay. Ja. Was ze daar blij mee? Nou, het helpt voor haar voor morgen nog niks. Dus ik kan me voorstellen dat de onzekerheid nog niet is opgelost. Maar je doet wat je kan doen. U was de afgelopen dagen niet van de buis te slaan. Kon ik tot mijn verdriet trouwens. Natuurlijk, begrijpt u. Met een missie, namelijk het nieuwe zorgplan. Even voor de mensen, denkt iedereen het wel weet. Maar misschien is er één iemand in de zaal niet. De belangrijkste punten haal ik eruit voordat het technisch wordt. Het belangrijkste punt is mensen die toch korting willen op hun eigen risico, die kiezen voor de arts waarvan de zorgverzekeraar zegt, dat is de arts of het ziekenhuis of de instelling waar u naartoe gaat. Dus die volgt de keuze van de verzekeraar. Korting op je eigen risico. En de andere belangrijk punt in dat zorgplan is dat als verzekeraars die zich veel meer wenden tot de chronisch zieken en de ouderen, en die een goede aanvullende verzekering willen bieden, die worden beloond. Heb ik het zo goed samengevat? Nou, wat het eigenlijk is we hadden crisis. En er moest 6 miljard opgehoest worden. En aangezien de gezondheidszorg, 20% van alles wat we met elkaar uitgeven, 20% ervan is zorg, kwam ook de minister van Financiën naar mij en die zei, de zorg moet ook 1 miljard doen. Nou, dan kan ik dat doen door het pakket kleiner te maken. Dan moeten mensen alles wat ik eruit haal helemaal zelf betalen of bijverzekeren. Ik kan het eigen risico omhoog doen. Maar dacht ik, ja, dan ga ik weer naar de patiënt. Laten we het nou eens uit het systeem halen. Kan het systeem niet beter functioneren? En wij hebben een systeem waarin zorgverzekeraars zorg inkopen. En zij moeten dat, de beste zorg inkopen, voor de laagste premie. En dan gaat vervolgens de consument die zorgverzekeraar beoordelen. Ik kies voor jou of ik kies voor jou. Dat is het systeem zoals we het hebben gedaan. Nou, om dat systeem beter te laten werken, hebben wij akkoorden gesloten met iedereen in het veld. De patiëntenorganisaties, de artsen, de ziekenhuizen. En we hebben gezegd, ja, we zouden het eens moeten halen uit het systeem, in plaats van altijd als eerste ons handje weer bij de patiënt op te houden. Maar u zegt eigenlijk wel, oké, het is inderdaad een bezuiniging van 1 miljard. Want u heeft juist de afgelopen dagen laten horen, ja, het gaat over de kwaliteit van de zorg gaat omhoog. Ja. En dat wordt beter, wat me heel moeilijk vol te houden lijkt. Maar u zegt dus wel gewoon open en eerlijk, ja, ik moet gewoon 1 miljard eruit beuren. Nou ja, we mogen 1 miljard harder groeien. Dat is wat anders. Bezuinigen in mijn woordenboek is dat je volgend jaar minder uitgeeft dan dit jaar. Uh-huh. Dat is niet het geval. Volgend jaar zullen wij meer geld aan zorg uitgeven dan dit jaar. En wat zal het betekenen voor de kwaliteit van de zorg? Meer. En dat u zegt, ja, het lijkt mij gek dat dat uit de kwaliteit van zorg kan. Kijk, als je een operatie in 1 keer goed doet, dan heb je geen hersteloperatie nodig. Dat is dus goedkoper. Als je een diabetespatiënt hebt, kun je zeggen, nou, die geven we pillen en toedeledokie, zoek het maar uit. Maar je kunt ook zeggen, laten we eens met die patiënt gaan kijken. Kan die meer bewegen? Wat kun je doen aan voedsel? Uiteindelijk, als je afvalt en je slikt minder medicijnen, dan is en die patiënt beter af,
En we besparen kosten. Als je kijkt naar hygiënische ziekenhuizen hebben minder infectiegevaar, minder infectieziekte. En dus ook bespaar je geld. Dus het is wel een ambitie, maar ik heb het ook niet in mijn eentje gedaan. Ik heb het echt met de artsen en de ziekenhuizen afgesproken. Laten we die ambitie eens hebben om het via die weg te halen. Want volgens mij, wat ik een beetje vind missen in de discussie is kijk, als we het hebben over de kwaliteit van de zorg, dan gaat het al snel naar heb je de beste arts voor jouw operatie of jouw ingreep. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe de zaal. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je gewoon een goed ziekenhuis in de buurt hebt. En ik heb wel het idee dat nu met het nieuwe zorgplan het zo kan zijn dat mensen hier niet naar het slingerland gestuurd worden, maar omdat ze de zorgverzekeraar nu een deal heeft met het ziekenhuis in Arnhem of in Enschede, dat ze daarheen heen moeten. Nou, hoe ga je dat dan doen met je buurvrouw die jou moet begeleiden naar het ziekenhuis? Het ligt eraan wat je hebt. Want ik denk als je een open hartoperatie moet ondergaan, dat je het niet erg vindt dat je wat verder moet rijden, omdat je dan naar het ziekenhuis gaat waar het meer gebeurt. Maar ik wist dat u dat zou zeggen. Maar we hebben juist natuurlijk de hele simpele zorg, als een liesbreuk of je kind ligt in een stuit. Kijk, dat zijn natuurlijk de meeste aanspraak die we maken op ziekenhuis. Natuurlijk dit soort zorg. Kijk, de hele gespecialiseerde zorg snappen we denk ik allemaal. Daar gaan we het liefst. Maar het is niet zo geregeld, want u snapt het wel. Maar ondertussen kun je in bijna ieder ziekenhuis gewoon nog borstkankerzorg krijgen. En ik weet gewoon, dat kun je zien aan de cijfers, dat het niet in ieder ziekenhuis goed gedaan wordt. En als je toevallig iemand die je zeer dierbaar is naar zo'n ziekenhuis gaat, dan denk je, waarom regelen we dat niet beter? Nou, dat moeten we dus Nee, maar ik denk dat we allemaal snappen dat voor complexe ingrepen zoals kanker, dat daar gespecialiseerde centra voor komen. Maar voor die anderen moeten we juist streekziekenhuizen hebben. En dat heeft u ook in het plan gelezen, want u heeft het waarschijnlijk goed gelezen, hoop ik. Dat ik me enorm veel zorgen maak over dat ziekenhuizen maar fuseren en groter worden. Waarom? Dan kun je dus ook niet meer kiezen. Als er één ziekenhuis is, kun je niet meer kiezen. Okay. Dus maar, ik wil juist dat ziekenhuizen in de buurt blijven, omdat we steeds meer chronische ziekte krijgen. En die chronische ziekte, die ga je eerst naar je huisarts. Als je huisarts het niet, die organiseert dat in ketens. Hoezo vrije artskeuze? Want die ketens, daar ben je dan voor geschoold. En daar zit je dan in die diabetesketen. En aan het eind van die keten, daar hoort het streekziekenhuis te zitten, waar de streekarts medisch specialistische zorg gewoon gegeven wordt aan die chronische zieken. Dat is een goede organisatie. Die moet niet ver weg georganiseerd worden. Want dan heb je niet alleen je reistijd en mensen die bij jouw bezoek willen komen. Maar een academisch ziekenhuis hoeft zich daar echt niet mee bezig te houden. Die moet zich juist met die complexe zorg bezighouden. Maar nu viel het woord vrije artsenkeus al. En dat is precies waarom het vorige plan van u sneuvelde in de Senaat. Omdat daar een aantal senatoren was dat zei, nou, dat gaan we niet doen. En daar zit achter die macht van de zorgverzekeraars wordt veel te groot. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Maar met dit voorstel is volgens mij dat die vrije artsenkeuze nog helemaal niet van tafel. Want de well-to-do people, die kunnen nog steeds iedere arts en ziekenhuis uitkiezen wat ze willen. En de mensen met minder geld, en dat is volgens mij toch een meerderheid in dit land, die gaan natuurlijk kiezen om het eigen risico 375 euro. Willen ze best een korting op. En die gaan dan toch naar de arts toe, die voor hun is uitgekozen door de zorgverzekeraar. Dus waar is dan de vrije keuze in uw optiek? Of dacht u, via een omweg ben ik er toch vanaf? Nou ja, het lijkt wel of het een doel lijkt in uw vraagstelling, maar dat is natuurlijk niet zo. Kijk, in de zorg hebben wij het zo geregeld dat wij, wat ik al zei, is dat zorgverzekeraars kopen bij ons de zorg in. En die zorgverzekeraars die kopen dat in bij bepaalde ziekenhuizen en bij anderen misschien niet. En als u dus voor zo'n zorgverzekeraar kiest, dan kiest u voor het pakket wat zij aanbieden. Dat is nu al het systeem. Het verschil tussen concurrentie op premie, wat altijd zal blijven, want dat is de essentie van het systeem. Dat is aantrekkelijk voor mensen die weinig gebruik maken van zorg, want die zijn gefixeerd op de premie. Als ik maar zo weinig mogelijk premie hoef te betalen. En dat zie je ook aan zorgverzekeraars, die hebben spotjes. Die zijn altijd gericht op jonge gezinnen. Ja, maar ik heb het even, ik wil even met wat terug naar die korting. Ik wil niet over die premies hebben met u hebben. Nee, ik wil het eigen risico. Ja, maar het eigen risico ga ik nu naartoe. Wat het grote verschil is, een eigen risico wordt volgemaakt door mensen die zorg gebruiken. Dus niet die jonge gezinnen, maar mensen die zorg gebruiken. Die maken het eigen risico vol. Dat zijn dus de mensen die in de zorg tegenkomt. Daar hebben we de zorg voor. Ja. En daarvoor moet je het dus beter organiseren dan nu. En, maar die hebben geen vrije keus. Die vrije keus is verdwenen doordat u zegt,
Je krijgt korting op het eigen risico. En dat betekent dat heel veel mensen, zoals ik juist al zei, de keuze van die zorgverzekeraar gaan volgen, want ik krijg korting en ik kan die korting ongelooflijk goed gebruiken. Dat is toch een tweedeling. Ja, maar is het niet heel paternalistisch om te zeggen, goh, u maakt het mogelijk dat er een korting is en mensen mogen van mij niet kiezen voor die korting. Ze mogen kiezen voor die korting, ze hoeven er niet voor te kiezen. Ze kunnen ook kiezen om die korting niet te hebben, maar om andere redenen, bijvoorbeeld voor een lagere premie te kiezen. Uiteindelijk zit ons systeem zo in elkaar dat verzekeraars verschillende pakketten aanbieden waar je tussen kiest. Je hoeft dat niet te maar hebben. Maar denkt u niet dat het uiteindelijk gewoon één grote prijzenslag gaat worden? Want we hebben een paar zorgverzekeraars in Nederland. Dat is een vrij geconcentreerd clubje. Die kunnen die ziekenhuizen vrij makkelijk uitspelen. Want die gaan gewoon zeggen, hey, ik kom voor mijn pakketjes even bij jou shoppen. Wat kost dat, zo'n behandeling? Oh, 200 euro. Dan ga ik even bij de buren shoppen. En die ziekenhuizen kunnen bijna eigenlijk niet meer daar goed tegen ageren, volgens mij. Vraag me af of dat uiteindelijk de kwaliteit van de zorg wel ten goede komt. Nou, we hebben het even geëvalueerd, hè, want dit systeem bestaat nu 8 jaar. En er is geëvalueerd van wie heeft nou eigenlijk de macht in het systeem. En daaruit is precies het omgekeerde als wat u zegt gekomen. Als je kijkt naar de ziekenhuiszorg, ligt de macht over het algemeen bij ziekenhuizen. Als je kijkt naar de kleine beroepsbeoefenaren, individuele beroepsbeoefenaren, de fysiotherapeuten of de mensen die je zo kan kiezen, de apothekers. Daar ligt de macht veel te veel bij de zorgverzekeraar. Dus je ziet dat een ziekenhuis heeft een vrij sterke positie in een regio. En die kan zeggen, joh, als je mijn pakketje niet wil, dan contracteer je me toch niet. Dan verlies je in deze regio ontzettend veel patiënten, want die willen graag naar mijn ziekenhuis. Dus het zit niet zo eenvoudig in elkaar. Wat je wel ziet is, er zijn ook systemen denkbaar waarvan je zegt, ja, daar hebben we helemaal geen zorgverzekeraar, dan regelt de overheid het gewoon. En dan mag je gewoon kiezen wie je wil. En dan regelt de overheid gewoon die inkoop. Dat hebben ze in Engeland gedaan. Nou, dat systeem, dat is een dramatisch systeem. Want je ziet dat iedereen wel zijn eigen arts kan kiezen. Maar ja, er zijn inmiddels al wachtlijsten voor de spoedeisende hulp. Dus die private, die mensen met geld, die gaan niet naar die private klinieken die privé georganiseerd zijn en kopen daar hun zorg. En je ziet dat systemen waar verzekeraars inkopen, waar een, dus een motivatie is om het beter te doen. Om te zeggen tegen een ziekenhuis, je moet het beter doen dan vorig jaar op je knieën, want ik had daar veel te veel hersteloperaties. Je moet het beter organiseren. En die de prijs scherp houden, dat doen ze voor hun patiënten. Voor hun verzekerden, anders kiezen ze die niet meer voor die verzekeraar. Maar die prijs scherp houden, dat systeem levert toch blijkbaar de beste resultaten op. Maar die prijs scherp houden, dat is al precies wat heel veel mensen, ook artsen en zorgverzekeraars, verwijten. Zij zeggen, zij kopen niet in op kwaliteit, zij kopen in op prijs. En dus ik begrijp nog steeds niet zo goed als ze daarvan uitgaan. En ik geloof dat namelijk dat ze daarop, u zegt het nu zelf ook, u geeft dat min of meer toe. Wat win je dan aan kwaliteit? Ik heb al die keren als u nu op televisie was gehoord dat u zei, ik ga nu voor de kwaliteit. Maar wat win je aan kwaliteit als er op prijs wordt ingekocht? Maar we gingen steeds al voor de kwaliteit. Waar het natuurlijk om gaat is dat bijvoorbeeld die concentratie van complexe zorg van de grond komt. Dat kan alleen als je dat inkoopt in de gespecialiseerde centra. En je ziet dus dat is nu gebeurd voor een complexe kankeroperatie. En we hebben dat gemeten. En de levenskans die je hebt is met 25% toegenomen. Kijk, dat is een resultaat waarvan je echt moet nadenken. Van jongens, wij kunnen allemaal achteroverleunen en zeggen we houden zoals het is, maar het kan gewoon beter. Okay. En als jouw partner toevallig die operatie wil hebben, is dat een heel belangrijk gegeven. Dus ik vind echt dat we, je zou zo'n operatie moeten concentreren. Niemand vindt het erg om daar verder voor te rijden als dat 25% overlevingskans uitmaakt. En de nazorg kun je dan gewoon weer in je eigen ziekenhuis dichtbij doen. Maar het vertekent, waar je dan de specialisten hebt die dat complexe. Ja, maar u focust juist op die hele gespecialiseerde complexe zorg. Terwijl inderdaad de bulk is natuurlijk toch gewoon juist het simpele. En daarvan moeten we toch wel willen dat je dat gewoon in je ziekenhuis in de buurt op een goede manier kan krijgen. Nou, de bulk is chronische zorg. En ook in de chronische zorg kunnen we slag maken. Je ziet dat huisartsen daar ook enorm actief mee aan de gang zijn gegaan. Dat is begonnen met diabeteszorg. COPD en hartfalen zijn daar nu bijgekomen. En daarbij zie je dat men het veel meer in ketens organiseert. Dus dan kies je eigenlijk niet voor één arts, maar je kiest voor een keten. En in die keten wordt er samengewerkt door de huisarts, door de gespecialiseerde verpleegkundige, door de medisch specialist die eenvoudige dingen doet of hele complexe dingen doet, hè, afhankelijk van hoe ernstig het is in die keten. En dan, iedereen deelt de informatie en weet precies wat hij moet doen in die keten. En ik denk dat de grote groei in de toekomst van de zorg gaat ook zitten in chronische ziekten, want we zijn zo gelukkig dat we steeds meer mensen niet meer overlijden aan ziekte, maar ermee kunnen blijven leven.
leven. Maar dan moeten ze wel behandeling hebben. Dat we die behandeling veel slimmer moeten organiseren. Nou, dat begint van de grond te komen. Dat moet echt een impuls krijgen. Wie is nog uiteindelijk de hoofdaannemer van zo'n patiënt? Want als ik dus... vaak hebben mensen inderdaad meerdere klachten. Stel je voor, je ziet voor aandoening A in dat ziekenhuis. Voor aandoening B in een ander ziekenhuis. En wie zorgt nog voor dat overal plaatje van die patiënt? Van, heeft dat misschien een verband met elkaar? En moeten we misschien niet iets heel anders doen dan... Het elektronisch patiëntendossier. Nou, dat heb ik ook. Goede ervaring in de Eerste Kamer met het elektronisch. Nee, maar dat is wel een zorg. Als we inderdaad... Als de ziekenhuizen meer gaan specialiseren... En je bent ook niet de hele tijd meer in dat ene ziekenhuis terecht. Nee, niemand heeft nog het volledige overzicht van. Nee, maar de zorg is wat dat betreft steeds gespecialiseerder geworden. Er gaan ook wel stemmen op die zeggen... Er moeten ook meer generalisten weer in de zorg komen. De huisarts is daar heel belangrijk in. Je bent een vaste patiënt van je huisarts. En je hebt nu al vaak, zeker in hele grote ziekenhuizen... Ik heb dat ook wel als ik in het AMC stap. Dat je in een eigen wereld instapt. Dat is zo'n groot gebouw. Daar werken duizenden mensen. Het is echt een illusie dat al die artsen elkaar daar kennen. En het is dus ook wel heel erg belangrijk... dat die artsen inzichten hebben in een elektronisch dossier. Want je kunt fysiek... Die teambesprekingen die je hebt, multidisciplinair voor een bepaalde aandoening. Heel veel ouderen hebben verschrikkelijk veel aandoeningen tegelijk. En dan moet je toch het overzicht heel goed weten te bewaren. Maar ja, de technologie gaat ook vooruit en we kunnen dat ook beter afstemmen. Dus dat wordt een volgende project, toch weer dat elektronisch dossier? Nou, dat elektronisch dossier is er gewoon gekomen. Alleen niet van overheidszijde. Ja. Dat heeft de sector eigenlijk zelf gewoon van de grond getrokken. Omdat het ontzettend belangrijk is als je in zo'n groot ziekenhuis ligt als het AMC, dat je gewoon kan zien welke medicijnen een patiënt bij een andere arts slikt, om niet enorme fouten te maken. Een van de grootste foutenpost die we hebben in de zorg is toch het slikken van medicijnen bij elkaar en bij elkaar waar het niet kan. En vaatdoekjes, ook heel erg. Ontzettend belangrijk. 2000 mensen worden per dag ziek. Maar niet alleen hebben we ongelooflijk veel plezier van de vaatdoekjes gehad. Ja. Dat begrijp je. Stonden ze trouwens buiten niet met vaatdoekjes. Dat was het eerste plan namelijk. Nee, maar je ziet wel, dat was wel een leermomentje. Als je wil overbrengen dat 2000 mensen per dag ziek worden... en de helft dat in de eigen keuken wordt door hygiëne... dat als dan alleen de vaatdoekjes worden onthouden... dat de boodschap niet helemaal is overgekomen. Nee, daar moeten we misschien nog een keer wat aan doen. Ik wil nog even terug naar die zorgverzekeraars. U zei zojuist, we hadden het over het andere punt... in uw voorstel, hè, dat chronisch zieken en ouderen, dat de zorgverzekeraars toch veel meer aandacht aan moeten besteden en daarvoor een beloning krijgen. Maar u verplicht ze niet om dat te doen. Hoe weet u dan dat dat in orde komt? Zorgverzekeraars zijn er voor de winst. Ze hebben al 10 miljard en er kan nog best wat bij, vinden ze. Nou ja, de winsten die ze hebben, die staan op de bank of die, omdat ze het van de overheid moeten. Hè, want ik vind het altijd een beetje makkelijk als politici zeggen... 10 miljard aan reserves, moet dat? Nou, de Nederlandse bank is ontzettend streng. Nog strenger dan ik zou willen. Dus het is wel zo dat zij vanuit overheidswegen grote reserves moeten aanhouden... voor als het misgaat, dat patiënten dan wel nog betaalde zorg kunnen krijgen. Ze keren geen winst uit. Hè. Het zijn allemaal coöperaties. Dus het wordt... Uiteindelijk gaat het weer naar de zorg terug. Ik ga het nu ook niet over de riante salarissen hebben. Dat is een heel ander onderwerp. Maar je hoeft geen medelijden met ze te hebben, toch? Ze vallen onder de wet normering topinkomens. maar je hoeft geen medelijden te hebben. Hoef je met mij ook niet te hebben. Dat had ik ook niet. Nee, maar even terug in de discussie. U gaat ze niet dwingen. U kunt ze ook niet dwingen. Nee, weet u dan dat ze dit gaan doen? Nou, omdat je nu ziet dat we hebben een systeem waarin een verzekeraar moet iedere patiënt accepteren voor dezelfde premie. Dus ik heb een bepaalde polis en dan maakt het niet uit of ik ziek ben of gezond, of ik jong ben of oud. Iedereen krijgt dezelfde premie. Maar de ene is natuurlijk meer ziektekosten dan de andere en voorspelbaar meer. Dus we hebben een soort systeem via de achterkant waarvan we zeggen... verzekeraars die heel veel jonge mensen hebben... die betalen aan verzekeraars die veel oudere en chronisch zieke mensen hebben. Daar hebben we een vereveningssysteem gemaakt. Daar gaan miljarden in om. In dat vereveningssysteem vind ik dat verzekeraars meer geld moeten krijgen... voor mensen met chronische ziekte... en ouderen die meer kansen hebben om ziek te worden.
Want ik wil graag dat zij zich inzetten om die zorg voor hen veel beter te maken. Zodat ze gaan concurreren op de kwaliteit van de zorg in plaats van alleen op de premie. Dus wat ga ik doen? Ik ga hen enorm stimuleren. En financiën zijn altijd een sterke prikkel. Door meer geld te koppelen aan dat achterkantje. Aan chronisch zieken en ouderen die verzekeraars in hun bestand hebben. Maar kunt u een concreet voorbeeld te noemen hoe u dat dan gaat doen? Dat gebeurt al. Alleen ik ga dat versterken. Ja, dus we hebben een risicoverevingssysteem. Omdat verzekeraar geen onderscheid mag maken en iedereen moet accepteren voor dezelfde premie, moet dat ook wel. Anders zullen verzekeraars die heel veel chronisch zieken hebben, zouden failliet gaan. Dus we hebben dat vereveningssysteem, hebben wij lopen. Maar dat versterk ik dusdanig dat verzekeraars echt waarde gaan hechten en zich veel meer gaan richten om chronisch zieken aan zich te binden. Chronisch zieken bind je meer aan je door goede zorg te verlenen en door te zorgen dat ze blij zijn met de zorg die jij hen biedt, dan dat je ze een tientje premiereductie kan geven, want een chronisch zieke is daar veel minder gevoelig voor dan een student. Mm-hmm. Maar hoe krijgt u zover? Heeft u al met ze gesproken? Want de eerste reactie van André Rauwvoet, ex-minister van de ChristenUnie en nu voorzitter van al die zorgverzekeraars, die heeft niet zo enthousiast gereageerd. Zijn eerste reactie was nou niet moi. Nee, omdat het voor een zorgverzekeraar natuurlijk moeilijker is om te concurreren op kwaliteit. Begrijp ik wel dat het makkelijker is om te concurreren op prijs. Maar gaan ze maar het opgeven dat concurreren op prijs? Nou, ik vind dat een ingesleten gewoonte. Nee, maar ja, dat is ook ten behoeve van ons. Want als ze dat niet doen, betalen wij meer premie. Dus ik hoop wel dat ze dat ook blijven doen. Zodra ze daarmee stoppen, maken ze zichzelf overbodig. Dus ze zullen moeten letten op de prijs. Maar ze zullen hun mensen die allemaal getraind zijn in die risicoverevening. Nou, als ze die nou de deur uit doen naar de banken, daar hebben ze hard nodig. En als zij nou medici in dienst nemen, die veel meer kijken hoe kunnen wij slimmer die ketens organiseren. Ja. Hoe kunnen we die zorg in de buurt, waar heel veel zorg komt in de buurt, nou zo slim organiseren dat mensen in het begin goed geholpen worden, meer doen aan preventie. Want voorkomen is beter dan genezen. Je kunt het allemaal laten oplopen en dan met dure pillen genezen. Maar veel meer in het beginstadium zorgen dat mensen. Maar gaan ze dat doen? Want u heeft nog geen antwoord gegeven op die vraag. Wat gaan ze dat doen? Wat als je financieel zelf? Wordt het een enorm gevecht om ze zover te krijgen? Nou, ik denk wel dat ik ze financieel zal moeten stimuleren. En dat doe ik dus ook. Door geld eigenlijk weg te halen bij die jong en gezond. En toe te voegen aan mensen die een chronische ziekte hebben. Maar wat zeggen ze dan als u het weghaalt bij jong en gezond, waar ze de meeste winst op maken? Dan halen ze dan dus minder winst of niet. En dat moeten ze dan dus halen op die chronische zieken. Dus uiteindelijk gaat voor hun verdienmodel veranderen in wat ze nu doen ten opzichte van wat ze straks doen. Zullen ze dus echt zich veel meer moeten richten op hoe gaan wij die zorg veel beter organiseren dan nu. Maar heeft u en daar middelen, is echt veel te halen. Stel het rampscenario wat voor uw plan. Ze zeggen nou, sorry mevrouw Schippers, dit gaan we niet doen. Wat heeft u dan om het af te dwingen? Heeft u iets? Nou, financiële prikkel. Dus maar meer niet. Nou ja, als het financieel niet maar heb je financiële prikkel nodig als je 10 miljard de reserve hebt? Als je dat aan moet houden van de Nederlandse bank, dan heb je daar geen bewegingsruimte op. Dan zul je toch echt wel je bedrijf goed moeten regelen. En het is zo dat als jij geld kan verdienen door zorg beter te maken, dan denk ik dat waarom zouden ze dat dan niet doen? Nee. Maar ik weet niet, ik heb een harder hoofd in dan u, waarom zouden ze dat niet doen? Nou, ik zie dat ze daar al grote slagen hebben gemaakt. Als ze er helemaal niks op zouden doen, dan zou ik zeggen, nou, het is een nieuwe taak, maar dat is niet zo. Je bent wel hoopvol. Nou ja, je ziet dat men al heel druk bezig is om die slagen te maken. Er is al een beweging gemaakt waarin veel complexere zorg, slokdarmkanker, heel goed voorbeeld. Waarbij er echt in echt ziekenhuizen waren waar de overlevingskans 0% was. Dan denk ik, waarom stop je niet met die operatie? Dat is inmiddels gebeurd. En ik vind dat we dus die hele zorg moeten doorlichten. Wat kan het best in die streekziekenhuizen? Want je moet helemaal niet in hele gespecialiseerde centra liggen als je basismedisch specialistische zorg nodig hebt. Dat moet in het streekziekenhuis. Denkt u dat u uw plannen de politiek wel nu doorheen krijgt? Want het meeste wordt dan geloof ik toch weer bij ANVB geregeld. Nou, ik heb eerst naar de inhoud gekeken en toen hoe ik het ging regelen. Je moet eerst kijken hoe kun je de zorg zo best mogelijk organiseren. En dan pas hoe je het moet regelen. Nou, dat eigen risico, dat kan al. Alleen de risicoverevening moet ik daarop aanpassen. Dat kan ik doen. Dat kan ik zelfstandig doen. Ik wil dat de verzekerde veel meer kennis krijgt. Wat wordt er eigenlijk geleverd in een ziekenhuis? Is dat goede zorg? Is dat slechte zorg? Waar zitten de goede? Waar zitten de minder goede? Daar heb
heb ik een plan voor gemaakt om dat in te halen. Dat is alleen financiën stoppen in het feit dat die gegevens op een internetsite moeten komen. Dan heb ik maatregelen genomen waarin verzekeraars moeten laten zien wat is mijn inkoopbeleid eigenlijk voor april. Dat hoeven verzekeraars nu helemaal niet te laten zien. Dat is eigenlijk heel gek. Want ik zou best wel willen weten, waar concentreert de verzekeraar zich in zijn inkoop nou in? Nou, dat moet ik doen via de Nederlandse Zorgautoriteit. Er is ook nog wetten die ik moet maken. Via de uiteindelijk moet het zo zijn dat ziekenhuizen die het goed doen. Dat is weer heel technisch ingewikkeld. Oh, doe dat maar niet. Nee, ik moet ook een wet maken. Nee. Maar ik heb, dan heb ik misschien een eenvoudige vraag voor u. Stel je voor dat dit lukt, dat u die 1 miljard, dat u minder moet besparen, niet gaat halen. Uit dit plan, wat dan? Nou, toen ik begon als minister was iedereen heel sceptisch. Toen zeiden ze, ja, geld besparen met betere kwaliteit. Wat boterzacht. Je moet gewoon dingen uit het pakket halen. Eigen risico omhoog, dat werkt. Ondertussen zit ik 5 miljard lager dan we hadden gedacht toen het kabinet stopte, startte. En hoe komt dat? Omdat er omdat de verzekeraars al zijn begonnen. Nee, dat was het vorige kabinet. Dit kabinet ben ik gestart. Zit ik al 5 miljard in die korte tijd. Het is nog nooit voorgekomen dat de zorg. Ja, het is wel voorgekomen heel lang geleden. Ja. Maar de zorg gaf altijd meer uit dan we raamden. Altijd moest de minister van Zorg naar de minister van Financiën op matje komen. En dan moest dan weer. Die kreeg dan een standje. En die moest dan weer pakketten met bezuinigingen. We kennen toch niet anders in de zorg. Heeft u de afgelopen 2 jaar niet gezien? Omdat we, maar hoe niet, komt dat niet ik alleen, omdat ik akkoorden heb gesloten met de gezondheidszorg, de artsen, de ziekenhuizen, de verzekeraars, de patiënten. En ik heb met ze gezegd, jongens, wat gaan we doen? Gaan we weer dingen uit het pakket halen? Gaan we risico omhoog doen? Of gaan wij het via die andere weg doen? En we zijn daar al een paar jaar mee bezig. En het werkt als een tierenlier. Ik denk alleen, je moet er altijd een tandje bij doen om het vol te houden. Je mag nooit achteroverleunen. Want als een minister van Volksgezondheid dat doet, dan en wat is dan uw volgende stap na deze miljard, als u die dan binnen heeft? Ik wil eerst geantwoord, als die miljard niet wordt gehaald, waaruit gaat u dat, want u moet dat halen, waaruit gaat u dan halen? Gaan wij hogere premies betalen? Gaan we eigen premie omhoog? Wat als je al helemaal niks zou doen in de zorg? Als dit plan niet lukt. Als welke minister er ook zit en plannen lukken niet en er worden overschrijdingen, het is altijd in de premie. Dus je moet zorgen, en de premie zit in alle akkoorden al dat die langzaam stijgt, want we krijgen steeds meer ouderen, steeds meer chronisch zieke mensen krijgen verschillende chronische ziekten tegelijk. We kunnen technisch meer. Iedereen wil die pillen ook. Ja. Die we weer weten te ontdekken. Daar zijn we ook blij mee. Dus die kostendruk is enorm. Nou, we weten dat nu redelijk onder controle te houden. En dat gaat alleen maar via deze weg. Zolang als ik er zit, hebben we het echt via deze weg ingezet. En ik denk dat daar nog echt veel te bereiken is. En voordat je naar mensen gaat om te zeggen, joh, we halen weer eens wat uit het pakket, vind ik echt dat het een dure plicht is om die zorg, het is een verplichte verzekering, ja, om die zorg efficiënt te laten gebeuren. En in ieder verkiezingsprogramma lees ik altijd minder bureaucratie en minder benen onder het bureau. Nou, dan zou ik zeggen, zet de sector dan ook maar onder druk om ook daadwerkelijk meer te leveren voor minder geld. Maar die het is verplicht. De verzekering, niemand ontkomt eraan. En toch, het waren eerst de huisartsen die de noodklok luiden. En nu, op een bijeenkomst waar u ook was, hoorde ik van de medisch specialisten, u was toen weg, dat ook zij zich steeds meer zorgen maken over de zorgmeiders. Mensen die zeggen, ik doe dit niet, want ik heb er geen geld voor, dit kost me mijn eigen risico. Maak zich daar zorgen over. Dat er mensen echt. Ik was op een gegeven moment op een werkbezoek. En toen verschillende werkbezoeken toen ik dit signaal ook kreeg. En daar komt ook het idee vandaan om het op het eigen risico te doen. Dat is bij mij bij werkbezoeken ontstaan. Dat ik dacht, ja, als er mensen zijn in Nederland die zorg gaan mijden die echt nodig is, dat moet niet. Daar is het ook niet voor bedoeld. Dus als we een systeem maken waarin je juist die mensen die zorg nodig hebben, niet die mensen die geen zorg nodig hebben, daar is de premieconcurrentie heel hard. Maar de mensen die zorg nodig hebben, als je dan kan regelen dat ze zorg krijgen waarin ik als verzekeraar een contract sluit, sluit hij dat ook. Niet door te zeggen, je moet het minder doen. Die zal altijd vragen, je moet het beter doen. Nou, als voor dat soort mensen ik deze contracten voor elkaar kan krijgen, dan snijdt het mes echt aan twee kanten. Dat is de enorme ambitie die hierachter zit. Maar zij kunnen wat er nu van ze gevraagd wordt, de €375, kunnen ze gewoon nu al niet betalen. Zelfs Roger van Bokstel, ja, ik vond het ook een beetje wonderlijk om uit zijn mond te horen, diplomatiek gezegd, zei vorige week Buitenhof, die eigen premie, die is te hoog geworden. Eigen risico, sorry. Ja, hij is verzekeraar, hij had hem kunnen verlagen.
Hij is nog steeds verzekeraar. Hij kan hem verlagen, want dat mag een verzekeraar doen. Maar een verzekeraar gaat daar verlies op leiden. En juist omdat die argumentatie dat als een verzekeraar dat doet, dat hij er verlies op leidt, wil ik dat vereveningssysteem, dat achterdeurtje versterken, zodat die verzekeraar die dat besluit, die zegt, ik ben een sociale verzekeraar, ik ben hier voor een sociale ziektekostenverzekering. Zo'n soort Chris Omen, zeg maar. Nou ja, die heeft hem ook niet verlaagd. Nee. Maar hij accepteert wel iedereen. Hij accepteert echt iedereen. Iedereen wordt geaccepteerd in Nederland. Want het is verboden om iemand te weigeren. Ook aanvullend. Ja, en de meeste aanvullende verzekeringen doen dat. We doen daar ieder jaar onderzoek naar. U vindt dat niks, geloof ik, hè, die meneer Omen, of wel? Ik vind het een prachtige man, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben blij dat we in Nederland dit soort mensen hebben. Hij heeft ook hart voor de zaak. We zijn het vaak niet eens. Maar daar kan ik heel goed tegen. Want ik denk dat het ook belangrijk is dat je dat debat hebt. Maar het is helemaal niet zo. Ik vind dat hij het hartstikke goed doet met zijn verzorgverzekering. Ik zou alleen graag willen dat hij, volgend jaar zegt, bij mij is het eigen risico €250. En dat hij dat regelt. Doordat ik dat financieel heb mogelijk gemaakt. Nou, als dat gebeurt. Dan met dit plan zouden verzekeraars dus het eigen risico omlaag kunnen brengen, zegt u? Ja. Echt waar? Ja, als ze daarvoor kiezen, kunnen ze dat. Goed. Maar ze zijn vrij om dat aan te bieden. Die is genoteerd. We moeten het heel nog even daar kunnen jullie over twitteren, mensen, als nieuws. Mag ik even iets anders vragen? Want wat mij persoonlijk We hebben nog 5 minuten, Ella. We moeten ook nog het laatste onderwerp. Oké. Nou, ik ben misschien één vraag. Vraag maar iets persoonlijks. Wil je vragen wat de beste arts is? Dat vind ik niet zo interessant. Wat mij opvalt is dat er steeds meer verwarde mensen... Ja, ze lopen af en toe bij de NOS naar binnen. Maar ik zie wel dat toeneemt. Van de week politiebureau Rotterdam, ben ze waard. Ja. We weten niet precies hoe dat komt. Dat kan natuurlijk omdat er meer gedecentraliseerd wordt. Maar heeft u een idee daarover? Want het is natuurlijk wel schrijnend. Het is steeds meer verwarring. Het is heel schrijnend en het is iets waarvan ik niet precies weet waar het vandaan komt. Wij doen er wel onderzoek naar. Hoe komt dat? Wij hebben wel afgesproken dat... we hebben in Nederland heel lang gehad dat mensen in instellingen zaten en die zaten daar eigenlijk voor hun leven zo'n beetje. En wij hebben gezegd, dat moet eigenlijk veel meer georganiseerd worden in en om hun eigen huis in de buurt. Ik weet niet of de afbouw van de bedden gelijk opgaat met die zorg in de buurt. En ik zou me kunnen voorstellen dat het een wat sneller gaat dan het ander. En dan moet daar een tandje bij aan die andere kant. Dus ik weet niet of het is, want ik zie ook heel erg, en dat hoor ik ook, kopieergedrag. Als je eenmaal ziet dat iemand het gelukt is om bij de NOS binnen te komen, dat andere mensen die verward zijn dat heel erg in hun hoofd hebben. Maar het is natuurlijk wel, zijn wel signalen die je uiterst serieus moet nemen, waar de politie ook voor aan de bel heeft getrokken en waar ik aantal weken geleden al heb aangegeven dat we echt even serieus kijken van, is er hier aanwijsbaar iets aan de hand en wat kunnen we daar dan snel aan doen om te zorgen dat die mensen een plek hebben en dat die mensen goed begeleid worden. Want dat is natuurlijk cruciaal. Maar hoe kom je nu nog snel aan plekken? U zegt zelf, het een loopt niet eens gelijk met het ander. Hè? Het afbouwen van de bedden naar veel kleinschaliger zorg in de buurt zelf. Hoe komt u dan nu ineens aan bedden voor die mensen? Nou, dat ligt eraan. Hebben ze dat nodig? Of zijn die teams die wij in de wijken hebben, die deze mensen moeten begeleiden, zijn die voldoende toegerust op deze mensen? Of is dat niet het geval? Kijk, gaat u dat onderzoeken? Dat doen we al, ja. En heeft al een paar uitkomsten? Nee. Maakt zich zorgen over dit fenomeen? Ik kan me wel wat dingen zelf bedenken, maar ik heb niet uitkomsten op basis van het onderzoek. Heeft het te maken, er zijn twee theorieën. U gaf zelf de ene al een beetje aan. Het heeft te maken met enorme bezuinigingen op de GGZ, geestgezondheidszorg. En een andere partij zegt, het heeft ook mee te maken dat de wereld voor een aantal mensen, psychotische mensen, steeds bedreigender worden. Ja, ik kan me dat laatste voorstellen. Het eerste is, enorme bezuinigingen. Ieder jaar geven we meer uit aan de GGZ dan het jaar daarvoor. Daar zijn we niet mee gestopt. We hebben alleen de groei gematigd. Dus En als je meer patiënten verwacht en je maakt echt de groei, dan moet je toch wel heel slim uitkijken van hoe doe je die zorg dan beter. En ook is dat in de geestelijke gezondheidszorg aan de hand, waarbij er ook heel veel inhoudelijke mensen tegen mij hebben gezegd, de mensen die daar echt deskundigen op zijn, van veel mensen kun je veel beter thuis in hun eigen sociale omgeving behandelen, maar die moeten dan wel goede begeleiding krijgen. Dus nog meer taken voor de gemeente? Nee, dat is niet bij de gemeente. Zorg, echte gezondheidszorg zal niet naar de gemeente, wat mij betreft, dat is met de jeugdgezondheidszorg gegaan, maar ik wil de zorg echt bij de zorgverzekeraars houden en niet bij de gemeente. Is ook genoteerd. Dank. We gaan, dank voor dit gesprek. Ik moet dit afronden. Vind je het mee? Nou, ik
voer het gesprek deze dagen vaker. Dus, dat het is een ingewikkeld. Totaal niet. Kijk, ik zei vanmorgen wel, het is makkelijker om te zeggen, we doen er 100 agenten bij. Ja. Dat begrijpt iedereen of ik leg een weg aan of niet. En dit is natuurlijk best wel een ingewikkeld onderwerp, waarbij je heel lang aanlooptijd nodig hebt om je punt te maken. Ik misschien nog wat langer dan een ander. Maar, ja. We kunnen even kijken of de zaal overtuigd is eigenlijk. Wie denkt van ja, oké, je kan bezuinigen en toch de kwaliteit op peil houden of zelfs verbeteren? De groeimatige, want bezuinigen doen we niet. VVD gedeputeerde als eerste natuurlijk. Ja. Misschien moet je dus de vraag anders stellen. Ja. Nou, wie denkt dat we wat opschieten met het nieuwe zorgplan? Dat is volgens mij een betere vraag. Ja. Ik zie. En wie vindt dat ook het nieuwe zorgplan zorgverzekeraars nog steeds veel te veel macht hebben? Ja, oké. Okay. Ja. Dank jullie wel, zaal. Maar dan wil ik ook een vraag stellen. Ja. Als ik niks verander, dan is het binnen een jaar. We betalen nu een kwart van ons inkomen aan zorg. Veranderen we niks, dan loopt dat op tot 40%. Vindt u dat een plezierig vooruitzicht? Ja, ook eerlijk nu de handen omhoog. Niemand. Mooi. Oké, mensen, wij blijven even hier zitten. Want wat nu gaat gebeuren is de Nationale Sportweek. Die wordt afgetrapt in de Achterhoek. En we gaan eerst even kijken, voordat we met het grote feest beginnen, naar een trailer. Hier gaat het dus gebeuren. En daarom nodig ik heel graag uit minister van Sportzaken ook. Hierbij mee. Ja. Gedeputeerde, ook sport, van de provincie Gelderland. Jan Markink, welkom. Peter Drent, wethouder sport Doetinchem. En bestuurslid van Piemens. Goed. Peter, ik vraag het eerst even aan jou. Dus ik schuif even door. Trots dat het hier in de regio gebeurt. Ja, absoluut. Want het is een mooie opsteker voor de sport in de Achterhoek dat de Nationale Sportweek hier met elkaar geopend wordt. Ja, dus een beetje naast de schoenen. Nou, nog wel in de schoenen, maar wel trots. Okay. En mevrouw Schippers, sportbeleid. Hoe belangrijk is dit als u dat filmpje ziet en u ziet hier al die jonge mensen staan? Hallo, welkom. Het ziet er prachtig uit. Ja. En achter ons nog, kom er maar bij mensen, we maken er gewoon een bende van. Kom maar. Allemaal in beeld. Omroep Gelderland is al weg, dus het maakt niks meer uit. Mevrouw Schippers, hoe belangrijk is dat sporten voor jongeren? Ja, het is meer dan belangrijk. Het moet onderdeel zijn van jongeren hun leven. En ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, maar sport is een hobby. Maar dat is niet zo. Sport is echt ongelooflijk belangrijk om je motoriek te ontwikkelen. Het is ongelooflijk leuk om te doen. Het is in een team leuk om te winnen natuurlijk, maar ook best leerzaam om eens te verliezen. Je gaat er beter van leren. Je gaat je er lekkerder door voelen. Je blijft er gezonder door. Dus ja, moet ik nog even doorgaan? Nee, maar misschien nog één vraagje. Wordt het daarom ook niet hoog tijd voor weer veel meer sport op de school? Ja, ik doe het heel... Ja. Ik doe daar gedurende het jaar best veel campagne, voer ik daarvoor. Ik vind het ontzettend belangrijk dat er gym is op school. Het gemiddelde zit nu zo tegen de 2 aan, geloof ik, maar wij willen eigenlijk veel meer. Vanuit mijn ministerie zorgen we ervoor dat we buurtsportcoaches hebben, die in ieder geval na schooltijd dan op het schoolplein of op het veldje zorgen dat er leuk gesport wordt, in plaats van dat we uitpuffen voor de tv. Of op het tablet. Dank, dank. Meneer Markink, hoeveel Gelderse gemeenten doen er mee aan dit programma?
Ja, afgelopen jaar hebben er met de Gelderse Sportweek, dus onderdeel van de Nationale Sportweek, 51 gemeenten meegedaan. We hebben er 54 en we gaan dit jaar eigenlijk voor de 100%. En dat sluit ook prima aan bij ons programma. Kan dat lukken, 100%, of is dat meer wishful thinking? Nou, dat denk ik niet. Je ziet toch dat er heel veel beweging in zit. Dus ik ga er echt vanuit dat het lukt. En dat sluit ook prima aan bij ons programma Gelderland Sport, waar bewegen en zowel voor jong als oud ook onderdeel is. En dat is weer een mooi bruggetje naar de discussie die we zo net hadden. Want de kunst is natuurlijk om meer naar de voorkant te komen, naar de preventieve kant. En daar sport heel goed voor. En jongeren kunnen op deze manier, op een schitterende manier, kennis maken met verschillende sporten. En wat ik ook heel bijzonder vind, en dat wil ik ook hier in deze zaal zeggen, ik ben heel erg trots erop dat de gemeente hier in de Achterhoek ook gezamenlijk dit hebben opgepakt. En dit daarmee Achterhoek ook enorm op de kaart zetten. Je had er niks anders verwacht van de Achterhoek, hè? Nee, had ik ook niet verwacht, maar het is wel goed om dat te zeggen. Oké, we gaan, dank. We gaan aan het... Goed, hè, want zijn we toch een leuke regio, hè? Precies. Ik ga het stokje overdragen aan de wethouder van sport, Peter Drent. Je krijgt een eigen microfoon, maar ik hou nu verder mijn mond. Het is aan jou. Misschien is het goed. En misschien is er alle jongen. Kom maar, jongen. Kom hier gewoon voor staan. Volgens mij gaat het om de sporters, dus kom naar voren. We doen het met 8 gemeenten samen, dus misschien is het goed om ook even de andere wethouders te noemen die er zijn. Jan Engels hier naast mij van de gemeente Bronckhorst. Jos Hoendeboom van de gemeente Oost-Gelre. Wim Buiting van de gemeente Winterswijk. En Erik Luiten van de gemeente Aalten. Maar de Nationale Sportweek kan natuurlijk alleen maar omdat die georganiseerd wordt door het NOC-NSF. En ik wou eigenlijk de directeur van NOC-NSF, Gerard Dielissen, deze kant op vragen. Joehoe! Toch mooi als je door de sporters heen moet werken om deze kant op te komen. Ik zou niet anders willen, nee. Maar nou moesten we meedoen met een bid om het hier naar de Achterhoek te krijgen. En wat eigenlijk ons nou wel heel erg interesseert als eerste vraag... Waarom hebben jullie voor ons gekozen? Nou ja, jullie hebben echt een uniek concept neergelegd. We zijn nu aan de 12e editie toe van de Nationale Sportweek. En het is voor het eerst dat 8 gemeenten, dus niet 1 gemeente, maar 8 gemeenten de handen in elkaar hebben geslagen om sport echt als middel voor al die sociale problematiek die we deze middag ook eerder hebben besproken, om die op tafel te leggen. Nou ja, daar ben ik heel erg trots op. Dus we konden ook gewoon geen nee zeggen. Nou, dat komt ons heel goed uit, dat moet ik eerlijk zeggen. We waren met z'n allen erg trots op, we gaan het straks nog over hebben. Misschien is het goed om met elkaar wel de handtekening te zetten, want dat is tot op heden nog niet gebeurd. En dat is ook wel belangrijk bij dit soort dingen. Kan nog misgaan, begrijp ik. Nou ja, misschien, je weet maar nooit. Misschien is het goed om dit moment te gebruiken om de handtekening te zetten. Ik geloof dat de eerste keer is dat onze minister van Sport daar ook bij is. Dus dat maakt ons heel erg blij eigenlijk, dat we daar een primeur mee hebben. Laten we dat nu gaan doen en laten we dan de sporters vooral in... het werk aan het werk zetten, want er gaat vervolgens nog iets gebeuren. Kom maar op met de bal. Ja, je doet heel voorzichtig, want je weet niet of ik wel een voetballer ben. Dat klopt. We gaan het doen met een handtekening op een bal zetten. En daar gebeurt vervolgens iets mee. Aan jou de eer om te beginnen. Kom die kant maar op. Misschien is het goed om onder tijd even te melden dat daar niet voor niks stond dat het in samenwerking was met de provincie Gelderland. Want Gelderland heeft een sportprogramma lopen wat ook dit soort dingen, bovenregionale dingen, uitdrukkelijk ook ondersteunt. Dus vandaar dat jij de bal ook langs krijgt, Jan, om daar aan mee te doen. Ah ja, doe maar. Als het kabinet er aan meedoet. Oké. Okay. Iedereen getekend? Fotomoment? Geef ik hem maar vast aan u.
We zitten er nu met elkaar aan vast. Nou waren er heel veel mensen druk aan het organiseren, want anders kon dat niet meer. Maar het is misschien goed om het ook met één officieel punt te doen. U had het net over hoe belangrijk bewegen en sport was. Dus ik nodig u dan uit om de bouw ook met een zet in het publiek te laten landen. Oeh! Nou, zonder gewonden. We hebben wel een goed ziekenhuis, maar... Jullie sporters van de verschillende sportverenigingen hier aanwezig, dank dat jullie hier zijn. Het geeft gelijk kleur aan het geheel. En uiteindelijk 18 april, allemaal present om te sporten hier in de stad of de Achterhoek. Mag ik even de microfoon? Kijk, we hebben nog een cadeautje meegenomen. Het NOC-NSF, ik zei het al, voor de 12e keer organiseren we de Nationale Sportweek. Misschien ook bijzonder om te melden dat het hele land doet mee. 200 gemeenten. Ik hoorde net van Jan Mark, ik bijna een 100% score. Dus in Nederland is er nog veel te doen om naar die 100% te gaan. Dat is ongeveer de helft. Maar Europa gaat ook meedoen. Volgend jaar is de primeur. Dan krijgen we de Europese Sportweek in september. Ook heel bijzonder. En dan zal de Sportweek ook worden geïntegreerd natuurlijk in de Europese Sportweek. Om sport echt als middel in te zetten om die samenleving uiteindelijk een beetje beter te maken. Want daarom doen we het eigenlijk allemaal. Symbolisch dit cadeautje voor jou, Peter. En er zit een mooie handdoek in. Maar hij is eigenlijk voor al die 8 gemeenten die hun nek hebben uitgestoken om hier een geweldig succes van te maken. Zeker in de Achterhoek. En ik hoop de komende jaren ook in heel Nederland. Dank jullie wel. Oké, goed. Dank allemaal. Dankjewel, we zullen de handdoek met trots gebruiken. Alle verenigingen in Doetinchem krijgen ook een handdoek als ze kampioen worden. Dus in die zin past dat er heel goed bij. Wouke, volgens mij heb jij je show hiermee weer terug. Dankjewel, Peter, dank. Ik vond dat je het heel goed doet. Je kunt best ook een keer co-host zijn. Zit daar één handdoek in, Gerard? En dan moeten al die wethouders om de beurt. Oké, dan weten we dat. Mensen, het is pauze. Het is pauze, over een kwartier graag terug in de zaal. Dank jullie wel allemaal. Dankjewel. Muziek. Za kika va meni na lovrini sa, yo kima va nia levrina sa yo, anima va se, moni na derira da sa to. Mijn vader den sliep altijd op de zondagmiddag. Vond ik als kind zo mooi. Een slapende man in een kleine huisje met al die kinderen om zich heen. Hij sliep. En jullie zijn allemaal hier. Ik wil heel graag een slaapliedje voor jullie zingen. Voor jou.
Legeland, Reinde van Raalte, prachtig. Goed, mensen, we gaan over sport hebben, maar eerst. Want u ziet allemaal, Peter Drent, wethouder van Doetinchem, is geïntroduceerd. Gerard Dielissen, directeur NOC-NSF, is geïntroduceerd. Maar in het midden zit Bert Wagendorp. En dat vinden ze... Ja, oh. Ik wou nog zeggen geboren getogen Achterhoeker, maar is niet meer nodig. Want iedereen is meteen enthousiast, want je bent een geboren getogen Achterhoeker. Ja, voor een groot deel wel. En columnist en schrijver. Ja, klopt ook. Heel goed voorbereid ook. Hè? Ja. Dat komt, ik lees de Volkskrant, ik lees je columns allemaal en ik heb Mon Ventoux gelezen. Een boek dat zogenaamd voor mannen is, maar ik heb het echt opgevreten. In 2 dagen had ik het uit. Heel, ja. Erg goed. Heel erg goed boek, wat zich voor een deel hier in de regio afspeelt. Ja. Wie hebben dat allemaal gelezen, Mon Ventoux? Oh. Oh, maar ook heel veel. Heb je boeken meegenomen? Nou, ik zal tegen mijn uitgever zeggen dat de markt nog niet verzadigd is. vertel even heel kort, het speelt zich ook voor een deel in de regio af. Wat is de kern van dat prachtige boek Mon Ventoux? De kern is vijf vrienden en 1 vriendin. De vriendin is niet onbelangrijk, want die zorgt voor 2 spalt. En 5 jongens die opgroeien in Zutphen. En daar een enorme vriendschap beleven. En die vriendschap valt op een gegeven moment uit elkaar. En 30 jaar later, als 1 van de vrienden, die is omgekomen in 1982 op de Mont Ventoux. Die valt in de afdaling. En 30 jaar later gaan de 4 inmiddels bijna 50-jarige mannen terug. Samen met het betreffende meisje. Inmiddels natuurlijk ook een vrouw van bijna 50. En daar gaan ze op zoek naar... wat er in hun leven is gebeurd, wat er met hun is gebeurd. En ik, de laatste tijd denk ik, vroeger dacht ik altijd in het begin, dit gaat over vriendschap, dit boek. Maar het gaat eigenlijk over tijd. Ze gaan zoeken, wat heeft de tijd met ons gedaan? Wat is tijd? Wat doet tijd met een mens? En wat doet tijd met verhoudingen tussen mensen? Ja, dat is het verhaal van Ventoux. Ja, echt prachtig. En het wordt ook verfilmd, hè? Ja, de film is klaar. Is je al klaar? Ja, ja, ja. En is er hier een Achterhoek ook opgenomen? Of hadden jullie dat ja, dat was echt ontzettend jammer, want ik wilde heel zie graag... Zie je nou wel? Nee dus. Ja, er is opgenomen in Zutphen en in Steenderen in het zwembad. Daar is gefilmd. Daar is de cruciale scène waarop dat meisje binnenkomt lopen. Die vier jongens, 5 jongens, die zijn daar een beetje aan het klooien. En dan zien ze daar opeens dat meisje. Dus dat is het belangrijkste moment in de film misschien wel. Dus dat, maar er had gewoon veel meer gekund. Als, ja, Zutphen was daar niet, vond ik jammer... Die hadden daar... ze hebben nu geloof ik €150.000 hebben ze begroot voor een PR-campagne Zutphen. Terwijl ik dacht van ja, ze hadden voor niks die film kunnen krijgen. Als ze maar een beetje hadden meegewerkt. Oh. Maar we wilden bijvoorbeeld met een boot, de bekende boot. Ja. Die IJssel opvaren en aanleggen in Zutphen. En vanaf die boot gaan die jongens zwemmen. Maar dat mocht niet, want daar moest je vergunningen voor hebben. Oh. De dus, paarse krokodil. Er moesten al 12 duikers omheen liggen, ja. En het allerergste vond ik nog dat op het moment dat er... want ik had erg veel druk uitgevoerd, die producent door. Van, doe dat nou, het is zo'n leuk stadje. Dus, en daar heb je schitterende decors ook. Ja, dat is prachtig. Nou ja, toen was op een gegeven moment was hij weer naartoe geweest. En toen moest er een klap met de hamer opgegeven worden. Van nu moet het rondkomen, anders dan gaat onze planning in de war. Dat was op 12 juli, geloof ik. Ja, toen was de betreffende wethouder of de verantwoordelijke van de gemeente was op vakantie. En die had geen die mobiel bij zich? Ja, weet ik niet, maar ik dacht wel, ja, dat is toch jammer. En wie mocht met de eer gaan strijken toen? Het is bij Reden opgenomen. En daar zijn die waren wel bereikbaar in de zomer. Daar mocht wel gezongen worden. En er zijn, voor de rest is het in België veel gebeurd. Ja. Maar ja. Zutphen, Zutphen, Zutphen. Ja, vond ik wel jammer. Oh, oh. Want er komen nu heel veel mensen, of veel. Er komen mensen in Zutphen, die maken daar die wandeling. Die gaan kijken waar zijn de locaties van het boek. Die vragen waar is Café de Vriendschap maar bij de VVV. Dus het, echt waar? Ja, dus het leeft wel. Ja. Ja. Nou ja, als 150.000 mensen dat boek lezen, denken ze dan, laten we eens in Zutphen gaan kijken. Zo'n soort Bert Wagendorp trail. Ja, dat wil ik niet zeggen, meer van toe trail, ja. Nou ja, dat is wel verbonden aan jou natuurlijk. Ja. Het is dus al helemaal verfilmd. Voor iets doms vraag, is het ook al uit, die film? Nee, hij gaat in relatie op 14 mei. Ik denk 14 dat de première mei. Zo rond 6 mei zal zijn. Kun je even zeggen wie erin meespelen? Zijn dat grote namen of juist lekker onbekende? Wilfried de Jong speelt een hele belangrijke rol, een hele mooie rol. Casper van Kooten speelt een schitterende rol. Leopold Witte. De Belg Wim Opbroek. Die speelt een Surinamer.
Dat doet hij heel goed, hoor. En de vrouw wordt gespeeld door Maruska Detmers. Ooit een Nederlandse meisje wat als au pair naar Frankrijk ging. 30 jaar weg is geweest. Is in Frankrijk heeft gewerkt met hele grote acteurs en regisseurs. En nu voor het eerst in een Nederlandse film weer. Dus. Wat fantastisch. Ja. Maar wie speelt de jonge uitgave dan? Ja, dat zijn vier. Alex Hendricks onder andere. Jip van der Dol. En de vrouwelijke hoofdrol is Abby Hoes. En dat is ook schitterend. Ja. Ja. Dat meisje, dus in mei, ja, dat meisje, mei wat dat meisje heeft, is 19 jaar. Ze heeft al een gouden kalf gewonnen. Afgelopen jaar. Voor een film in Nena. Maar als je haar ziet lopen, denk je gewoon een gewoon meisje. Maar als je haar op film ziet, denk je, wow. Oh, daar houdt de camera van. Ja. Oh, ja. Echt, heel erg schitterend. Prachtig. We zijn ontzettend benieuwd ernaar. Ja, je schrijft ook columns om de dag in de Volkskrant. Maar ik zie ook jouw columns in de Belgische kranten verschijnen. In de morgen wel, ja. Ja, de morgen. Licht aangepast meestal, dan moet ik een beetje uitleggen. Ja? Maar ja, nee, dat... Echt waar? Ja, nee, kijk dit is heel erg wat je morgen, zegt. Nee, de morgen die neemt... Die domme Belgen. Nee, die morgen die neemt kopij van ons over. Ja. Dus dan gaat dat allemaal te snel. De morgen is een kleine krant, dus die drijft op de correspondenten van de Volkskrant. En die schrijven vanuit het Nederlands perspectief. Dus dan kan er zomaar opeens in de morgen staan van... onze minister-president Rutte heeft vanochtend... Ja, dat is waar. Dus ik leg altijd even uit wat. Nou, ik moet afgelopen week bijvoorbeeld over Tariq. Ja. Nou, dan moet ik toch dingen uitleggen. Dan moet ik toch verwijzingen even wat toelichten. Hoe dat in Nederland zit met het publieke bestel en zo. En bij de tour, hè, de avondetappe van Mart Smeets. Schoof jij ook altijd een volle week aan. Ja. Maar ja, die is ter ziele. Wat nu? Nou, ga gewoon lekker voor twee lekker zitten kijken. Ik vind het niet zo erg. Ik vond het heel erg leuk, hoor, dat wel. Nou, dat vind je het wel erg, toch? Nou ja, Martie zei al 5 jaar, geloof ik, dit is de laatste keer. Dus ja, nu was het dan echt de laatste keer. Nu is en, echt. Ik vind het voor hem... Hij was er zelf ook wel een beetje klaar mee. Hoor, want we stonden afgelopen jaar bij Lille. Kon je dat merken? Zwaar in de file. En we hadden nog 10 minuten voor de uitzending begon. Dus straks is er niemand, weet je. En toen zei hij wel met een enorm krachtterm erbij... wat heb ik hier ongelooflijk genoeg van. Ja. Dus toen dacht ik wel, nou, hij is ook wel een beetje klaar. Ja, het was wel gebeurd. Ja. Ja. Nou, maar misschien krijg je nog een rol, want Dion de Graaf gaat het nu ook presenteren. Nou, dat moet je niet willen, denk ik. Nee? Nee. Moet je de oude meuk ook achter je laten. Ja, ik vind, dan denk ik dan, nou, oké, okay, het is mooi. Goeie tip voor veel talkshows. Anders. Kan ik fijn naar de Zwarte Cross, want daar zit ik van zomer. Oké. Okay. Bert, je bent geïntroduceerd en iedereen die het boek Mon Ventoux heeft gelezen. Ik verdien er geen cent aan. Mensen lezen, het is prachtig. Echt een prachtig boek. Sport. We hebben hier een geweldige aftrap gehad met jonge mensen. Leuk de balpubliek in. Sportweek komt hier in de Achterhoek. Eén vraag, Gerard. Waarom is de Achterhoek uitgekozen? Nou, ik heb het al gezegd. Er zijn altijd verschillende gemeentes geïnteresseerd in de aftrap van de Nationale Sportweek. En dit was voor het eerst dat 8 gemeenten tezamen zich hebben gemeld bij NSNSF. Ja, de samenwerking was De samenwerking. En de samenwerking is natuurlijk ook de kern van sportbeleving. En toen zeiden we, ja, daar kunnen we geen nee tegen zeggen. En er was geen compensatie voor het feit dat de provincie geen cultuurgeld heeft gegeven aan de regio? Nou, laten we het daar niet over hebben. Het gaat nu over sport. En sport is ontzettend belangrijk om uiteindelijk een betere samenleving te krijgen. Wij zeggen ook binnen NSNSF, kijk, als je het samen doet, we winnen veel met sport. En dat willen we hier ook graag gaan representeren. En het mooie is ook nog wel, want we hebben natuurlijk ook naar de inhoud gekeken, is dat de Achterhoek, de gemeente hier, het is niet alleen sport. Hier in de Achterhoek ook, in de gesprekken is heel erg gebleken dat er een verbinding wordt gemaakt met al die onderwerpen waar je een uurtje geleden ook met de minister over hebt gesproken. Van hoe kan sport nou een bijdrage leveren, ook aan volksgezondheid, aan eenzaamheid? Hoe kan sport ook hier een bijdrage leveren? En dat is niet in het hele land zo, aan zeg maar de transities, de WMO-transities. Dat gaat, ik heb begrepen, er zijn hier, dat weet ik niet, maar jij woont hier, er is ook nog wel wat eenzaamheid. Nou, daar kan sport een belangrijke rol in vervullen. Hoezo? Die mevrouw van 90 moet je gaan sporten? Die, nou ja, goed, die mevrouw van 90. Ik weet niet, die, die,
Die mevrouw van 90, dat is dan een voorbeeld, maar wie weet. Ja, want zijn vooral ouderen die eenzaam zijn namelijk. Ja, nee, goed, maar kunnen die misschien allerlei dingen gaan doen als vrijwilliger voor een sportvereniging. Het is niet alleen het actief sport, het is ook gewoon meedoen. En sport stelt mensen in staat om mee te doen. En dat is wat in de voorstellen van Peter en zijn collega's wel heel erg naar boven is gekomen. Wat stond er in het voorstel? Wat was het meedoen in jullie voorstel, Peter? Meneer Drent? Ah, we gaan gewoon je en jij, jongen. Mevrouw van Scherrenburg, dan moet ik ook even aan mennen. Peter, wat was het? Het bevatte eigenlijk drie hoofdlijnen die erin zaten. Eén, we wilden het niet alleen maar in de stad doen, maar met de regio als geheel. We wilden het vrouw gebruiken als eigenlijk kers op de taart van 3 jaar lang heel hard met 8 gemeenten werken aan Achterhoek sportbeleid. Van 3 jaar geleden was er niks gezamenlijks en nu is er heel veel samen. Dus in die zin was het ook een waardering eigenlijk voor het hele sportveld. En het derde wat erin zat was dat we het niet wilden concentreren op één plein of in een aantal straten daar rondomheen. Maar het wordt eigenlijk een sportevenement wat op de ochtend begint, vanuit alle hoeken van de Achterhoek komt. Ondersteund met de Arriva sporttrein. Het is wel een belangrijk element wat daar ook in zit. Is een Arriva sporttrein dan? Nou, Arriva die moet toch wandelen doet of daar uitdrukkelijk fietsen aan mee. Dat is onze regionale vervoerder natuurlijk ook een van de hoofdsponsoren hier. Maar Arriva die gebruikt die dag ook om uitdrukkelijk mensen van station tot station ook dingen te kunnen laten doen. En daar worden ook dingen aangekoppeld. Dan moet je niet met de trein gaan. Nee, toch? Maar het aardige is dat bijvoorbeeld in Winterswijk heb je vlak naast het station zit de grote atletiekhal. Dus je kunt ook daar de atletiek in de sportweek een item maken. En vervolgens wel gemakkelijk op de trein stappen en in Doetinchem wel de centrale aftrap doen. De wielenvereniging organiseert een wielentoertocht. Die start in Berkeland en die eindigt zo rond 1:30. Hier in Doetinchem, daar is de finish. Over de Oude IJssel komt men aanvaren. Datzelfde met de marathon bijvoorbeeld die georganiseerd wordt. Dus vanuit alle hoeken en gaten komt het dan uiteindelijk op het centrale plein waar om 2:00 de aftrap plaatsvindt. En dat is volgens mij wel redelijk uniek in ons bid geweest. Mooi. En dat is ook wat die gemeente samenbindt. Nou had ik net in de pauze even opgebiecht dat ik niet zo sportief ben, maar ik probeer dan wel 1 of 2 keer per week te rennen. Maar dat doe ik dan gewoon met vrienden, met zo'n appgroepje. En ik heb dan zo'n jongen die om 10:00 in het park staat van je kunt het, je kunt het. ik zie dat steeds meer mensen dat doen. Hè? Maken jullie nou zorgen om dat verenigingsleven? Want veel minder mensen gaan nog echt nog naar een sportclub natuurlijk. Nou ja, kijk wat we vorig jaar in 2014 voor het eerst gezien hebben, en dat is wel een trendbreuk vind ik dat, is dat er minder mensen lid zijn geworden van een sportvereniging, maar dat er wel meer mensen zijn gaan sporten. En dus dat geen probleem hebben we dan eigenlijk? Nou ja, je kan dan de vraag stellen van wat voor een probleem gaan we dan met z'n allen oplossen als er meer mensen gaan sporten hebben. Dat is goed nieuws en dat vind ik ook goed nieuws. En je ziet dus wel dat de rol van verenigingen en ook van bonden daardoor gaat veranderen. En vergeet niet, we hebben op dit moment in Nederland 75 bonden en die representeren 25.000 verenigingen en daar zijn weer tussen de 4 en de 5 miljoen leden bij aangesloten. En dus als je dat niet zou hebben, dan ben ik er nog niet zo zeker van dat dan die cijfers er ook zo uit zouden zijn. Ja, wat gebeurt er dan? Want er gaan dus toch meer mensen sporten. Maar jij zegt wel van de cijfers. Ja, maar je hebt die verenigingen wel degelijk nodig. Kijk, je kunt een aantal sportvelden neerleggen. Je kunt de kleedkamers naast zetten met douches. Maar daarmee heb je nog niet de volledige basis gecreëerd. Daar horen ook, wat ik dan maar zeg, de derde helft bij. Het element van ontmoeting. Daar zit ook de kracht in, naast het sportieve deel, wat maatschappelijk zijn effecten heeft. En er zijn met name in het rennen, het joggen, er zijn heel veel individuele sporters. Maar wil je daar voorzieningen voor hebben, heb je wel een vereniging nodig die ook een aantal dingen kan aangeven van wat heb ik dan nodig. Net als met wielrennen. Je moet wel een wielerunie hebben om ook dingen met elkaar kunnen. Ik fiets elke zondagochtend met een paar vrienden. Maar dat varieert van 6 tot 12 man. Daarvan zijn er ongeveer 10.000 van zulke groepjes in Nederland. Heel veel. Ja, ik ben ook lid van zo'n groepje. Ja, jij zet het ook nog op internet als je een stukje gefietst hebt. Maar ik zie niet. Ik wil geen lid worden van een wielerclub. Dus ik denk ook dat het een uiting is van een nieuwe. Van hoe wij in de samenleving. Ik ben,
organiseren het zelf. Maar wat ik zei is niet dat mensen lid moeten worden van een vereniging. Maar voor de sport heb je wel een verenigingsstructuur nodig om een aantal basisdingen wel te kunnen hebben. Maar de sport claimt grote dingen. We gaan eenzaamheid bestrijden. We gaan zorgen dat mensen die nu niet in de samenleving participeren dat wel gaan doen. We gaan de verhouding tussen allochtoon en autochtoon gaan verbeteren. Maar noem maar op. Er zijn heel veel grote claims die de sport maakt. Is het nou ook niet een beetje zo dat ook een beetje de het uitventen van... Je hebt geld nodig. Dus je zult... Wat bedoel je daarmee, Bert? Ze hebben geld nodig? Nou ja, ze willen graag natuurlijk dat de sport heeft geld nodig van sponsors. Ze hebben echt geld nodig van de overheden. En dat is ook zo, sport kost geld. Maar wat kun je nou van die claims waarmaken? Ja, nou ja, je kan... Is de eenzaamheid... In 2000, we hebben het altijd over Nederland, topsportland, top 10 van de wereld. Ja. 2000. Lukt redelijk hoor. Waren we 8e van de wereld. Ja. Is sinds die tijd Nederland een beter land geworden? Nou, ik durf je wel uit te dagen dat als sport niet zo'n maatschappelijke impact in Nederland zou hebben dan het nu heeft. Ja. Een jaar geleden in Sochi. Kijk wat er gebeurd is. Hè. Het gaat om het creëren van sociale samenhang. Het gaat inderdaad om het bestrijden van obesitas. Er zijn allerlei programma's die ook door de successen van onze topsporters mede mogelijk worden gemaakt. Maar zijn ze ook succesvol? Ja, die programma's, die interventies zijn wel degelijk succesvol. Ja. En ik zou vinden dat die interventies nog succesvoller moeten worden. Hè, dus je ziet, en dat heet dan ook een transitie in de sport, noem ik dat ook. Om uiteindelijk programma's te ontwikkelen. Kijk, ik heb daar hele gesprekken over met Maurits Hendricks, onze chef topsport, zou ik maar zeggen. En dan zeg ik tegen Maurits, probeer ik hem uit te leggen. Dat is inmiddels geland. Waarom willen wij nou medailles winnen? Waarom willen we nou een top 10 van de wereld horen? En waarom spenderen we daar nou jaarlijks tussen de 35 en 40 miljoen aan? Waarom schrappen we sporten waar we geen medailles kunnen winnen? Ja, we gaan dus ons concentreren op sporten. Ja, fotosporten. Als klootschieten straks Olympisch wordt, dan gaan we klootschieten Olympisch. Ja. Nee, maar dat zal ik uitleggen. Omdat uiteindelijk zeg maar, die successen die we daarmee boeken, zowel in Londen als in Sochi en over een paar jaar voorspel ik, of over ruim een jaar ook in Rio, dat gaat weer een groot succes worden. Omdat dat tot verbeelding leidt dat mensen uiteindelijk ook gaan sporten. En dat onderzoeken wij ze uit. Dat mensen niet die sport gaan doen die op dat moment succesvol is geworden, maar mensen gaan wel sporten. En daardoor zie je die cijfers ook omhoog gaan. Maar is er een bewijsbaar verband tussen die twee? Want ja, nou en of. Nadat Epke Zonderland goud won in Londen, waar werden de turnverenigingen even overspoeld met mensen. Maar dat is een effect dat gaat naar... Maar over de hele linie blijkt uit onderzoek dat mensen, die gaan er niet allemaal turnen, maar die gaan wel aan sport doen, omdat ze daartoe aangesproken worden. Ook de Epke Zonderland zelf. Want als we nou één ambassadeur van de sport hebben, als we nou iemand noemen... Dan is wat zei je, Peter? Volgens mij is het goed om twee dingen even uit elkaar te halen. Je hebt de breedte sport. En daar begon het mee, met de eenzaamheid en dingen in het sociaal domein oppakken. Daar kan ik zo een aantal voorbeelden van noemen wat hier gewoon praktisch werkt. En je hebt daarnaast de topsport. Het topsport is leuk voor de sporters zelf. Daar zit het competitieve element in. Dat zie je ook op nationale tv. Maar dat heeft wel degelijk zijn uitwerking op straat. Er zijn hier twee beachvolleybalsters die gaan op voor Rio. Dat heeft ertoe geleid dat er een compleet verhaal rondom beachvolleybal is gekomen. En elk jaar ligt hier midden in de stad 2 weken lang een beachvolleybaltoernooi. Dat wordt overdag gebruikt door de scholen. Dat wordt door verschillende bedrijven gebruikt die tegen elkaar competities gaan beginnen. Door die topsport is dat wel gekomen. En zie je dat dat ook zijn breder effect heeft. Maar daar heb je dus allemaal geen verenigingen voor nodig. Dit organiseert de maatschappij gewoon zelf. Maar als je die verenigingen niet hebt, dan mis je de infrastructuur. Waardoor de sociale samenhang ook? Nou ja, waardoor bijvoorbeeld Pieter van der Hogeband uiteindelijk de meest succesvolle Olympische atleet is geweest. Die vervolgens wel een paar jaar later, en dat is een heel mooi voorbeeld, naar Klazineveen rijdt. Om daar een aantal achterstandsjongeren daar afspraken mee te maken. Een workshop te geven. Zijn medaille te laten zien. En een half jaar terugkomt en met die jongens afspreekt. Met die kinderen van, goh, wat hebben jullie allemaal bereikt? Dat is wat er gebeurt. Nou, dat zijn hele concrete voorbeelden. Waarvan er voor mij iedere dag... honderden mogen gebeuren. Dat is wat sport kan realiseren. Maar hoe werkt het? Gaat het van top naar beneden? Gaat het van de topsport naar de breedte sport? Of gaat het juist vanuit de breedte sport naar de top? Het is allebei. Allebei. Ja? Het is echt yin en yang. Het een kan niet bestaan zonder het andere en het andere niet zonder het een. Wij hebben in Nederland een NOC-NSF. Ik meen dat er 5 landen in de wereld zijn die een National Olympic Committee hebben gecombineerd met een sportfederatie. En er komen landen uit de hele wereld die komen bij ons kijken hoe we het doen. Zowel waar het gaat om onze ervaring op het gebied van sportdeelname, sportparticipatie, als op topsport. Okay.
Ja, dus ja, het is wel... Maar ik bedoel, net zoals Hella, ik loop wel veel, want ik heb hondjes, die willen altijd lopen, dus ik loop gezellig mee. Erachteraan. Ja, ik loop er altijd achteraan. Dat weet je toch, Gerard, ik loop altijd achteraan. En af en toe sla ik een balletje op. Nou, als ik 18 holes haal, vind ik dat ik wel een topdag heb gehad. Dat is trouwens het beste, blijkt uit nieuw onderzoek. Ja, hè? Je moet vooral niet hardlopen. Je moet gewoon drie keer per week, lopen. Drie kwartier, gewoon lopen. Rustig joggen. Ja. Topsport is buitengewoon ongezond. Ja. Ja. Dus ik word 100. Mijn rug en mijn knieën. Maar wat ik de laatste tijd merk van sport, we hebben buitengewoon veel onverkwikkelijke onderwerpen gezien. Ook nare discussies. Ik heb het maar over Blatter, die in dit deel van de wereld totaal niet wordt gepruimd. Een ander deel van de wereld is een soort halfgod. En we hebben het ook over de idiote keuze voor landen waar de spelen zich moeten afspelen. En dan denk ik precies hetzelfde wat jij liet net het woord al vallen. Het is, wat heeft dat nou nog met sport te maken, jongens? Eén grote vriendjeskliek, geldzooi. Wat is hier nog sportief aan? Ik vind het gewoon een treurige situatie. Nou ja, kijk. Dat kun je wel goed praten. Nou ja, nee, ik ga het helemaal niet goed praten, want we hebben best thuis. We hebben, in Nederland hebben we zorgen over de hygiëne van de sport. Je noemt een aantal onderwerpen. Matchfixing. Ja, matchfixing, doping, seksuele intimidatie, et cetera, et cetera. En ook de voorbeeld die je noemt met Blatter. Buitengewoon moedig van Michael van Praag dat hij zich kandidaat stelt. Ja. Dat is natuurlijk niet onze kandidaat Blatter, laat dat helder zijn. Maar je zegt er ook tegelijkertijd bij, ja, drie continenten steunen hem. Ja, ja, dat is ook de wereld. Wij hebben nu het initiatief genomen als NOC-NSF, natuurlijk wil toch wel zeggen, om in 2019 de European Games in Nederland te halen en die te organiseren. Wat zijn dat, de European Games? Dat zijn eigenlijk de Europese Olympische Spelen. Ieder continent heeft zijn eigen Europese Spelen, maar tot nu toe Europa niet. De eerste worden gehouden in Baku. Nou, kun je ook van alles van vinden. En vooral Human Rights Watch en Amnesty. Daar zijn we ook mee in gesprek. Maar in 2019 zouden wij, we denken dat we dat voor 100 miljoen kunnen organiseren, hebben we uitgerekend. Maar dat moet echt een showcase worden. Duurzaam, dus alles in bestaande stadions in heel Nederland. Niet in één land, geen Olympisch dorp, geen Olympic lanes, et cetera. En dan kost het ook geen smakken geld? 100 miljoen. Dat is iets anders dan de organisatie van de Spelen kost normaal gesproken tussen de 203 miljard aan organisatiekosten. En dan komt er nog infrastructuur bij. Vandaar dat Poetin had daar een bonnetje getekend voor 50 miljard. Nou, we zijn niet van plan om dat daarvoor uit te geven. 100 miljoen, oké. Okay. En dat, ja, dat kan heel interessant zijn. En daarmee kan Nederland ook een voorbeeld zijn om straks, want Thomas Bach, de voorzitter van het IOC, heeft denk ik ook op het fundament dat zijn voorganger Rogge heeft gemaakt, ja, is ook echt met een koerswijziging bezig. Nou ja, dat is wat wij kunnen doen. En ik hoop nogmaals dat het lukt. Ik twijfel geen seconde aan Gerard's integriteit en aan zijn goede bedoelingen. Ook van de Nederlandse sport. En dat geldt ook voor Van Praag. Laat hij het worden. Hij wordt het niet, maar laat hij het worden. Maar, hij wordt het niet. Nee, maar functioneren jullie niet in een mondiaal theater waarin de sport zich zo megalomaan is geworden en zich zo volledig heeft uitgeleverd aan commerciële krachten, echt politieke krachten. Ja, wel commercieel, maar dat moet terug, naar mijn idee. Ook politiek. Ja, politiek. Qatar is dat toch een voorbeeld van? Je kunt het gewoon kopen. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk. Dat ben ik met je eens. Maar geneer je dan niet als je bij die club hoort, als ik het zo mag zeggen? Nee, ik kan me voorstellen, jij zit daar, je doet dat met passie, want ik ken jou al heel lang. Ja, maar dan krijg je dat soort ellende. Daarom proberen wij er vanuit Nederland wat aan te doen, maar het is natuurlijk... Maar ja, Nederland is... Ja, maar goed, we hebben in Europa, hebben we natuurlijk wel, met Scandinavische landen, met Zwitserland, Oostenrijk, er zijn natuurlijk veel landen waar je wel coalities mee kunt sluiten. En dat gaat langzaam. Ja, ik bedoel, we kunnen ook niks doen. Maar hoe groot is het besmettingsgevaar? Hoe groot is als je constant in dezelfde wereld zit? Hoe groot is dan het gevaar dat je op een gegeven moment zelf, ook al ben je nog zo onkreukbaar begonnen, ik heb het niet over jou persoonlijk, maar als Nederlandse NOC-NSF. Nee, dat maken we wel niet. Je hebt net mij een horloge gegeven, dat bij Blatter. Ja, je krijgt het van mij terug. Je krijgt het van mij terug. Maar... ze worden nooit wat, Gerard. Als je heel lang in een bepaalde wereld zit, met dit soort corruptie, vriendjespolitiek, foute beslissingen en zo, ga je dan dingen op een gegeven moment ook niet normaler vinden? Nou ja, ik kan alleen maar naar mezelf kijken. Kijk, soms, ik heb van de week ook weer een paar voorbeelden meegemaakt. Ja, ik kan daar moeilijk over uit. Maar het is soms house of cards. Als het gaat om politiek. Nou ja, er zijn natuurlijk politiek allerlei belangen die er spelen. Dat is wat je zegt. En ja, dan probeer je toch daar met een aantal wijze mensen vanuit ons perspectief een strategie op uit te zetten. Ja, en je hoopt dat het lukt. Ja, als het niet lukt, ja, dan lukt het niet. Maar dat wil niet zeggen... Maar moet je niet gewoon rigoureus breken ermee?
Nou, dan gaan we wat. Dan ben je eigenlijk bij de discussie over de boycotts. Hè. Doe je ergens wel en niet of mee? Nou, boycott Qatar en zo. Er is maar één boycott die ooit, hè, ook in politieke zin, die enig effect heeft gehad, was een boycott van Zuid-Afrika. Ja. En wij als journalisten weten dat alle vier. En dus dat heeft geen zin. Hè. Dus je moet van binnenuit, dat was ook de discussie Sochi een jaar geleden, hè, je moet van binnenuit moet je proberen die wereld te veranderen. Nou, maar goed, toch heb ik daar mijn twijfels over, hoor. Want je ziet het elke keer een stap verder gaan. Zeker in bepaalde sporten, dan, als je ziet wat er betaald wordt voor de sporters, dat is bijna een soort moderne slavenhandel. De besluitvorming wordt steeds... Beter betaald dan slaven. Ja, nee, dat is waar. Maar er zijn zelfs mensen die hun menselijke aandelen verkopen aan investeringsfirma's, die dan bepalen of ze wel of niet een transfer hebben. Als je kijkt dat al die plekken waar het Olympisch dorp komt, waar het WK voetbal komt, dat zijn politieke keuzes geworden. Daar gaat van alles soms over en onder de tafel door. Daarmee kan je niet meer zeggen dat de sport los is van de politiek. En daarmee zie je... Nou, maar dat zou je mij ook nooit horen zeggen. Maar de Olympische Spelen in Sochi zijn uiteindelijk gewoon een, naast het geweldige sportevenement, ook gewoon een politiek uithangbord geworden. En dat vind ik heel zorgelijk als je kijkt hoe dat telkens een stap verder gaat. Ik ga dat niet goed praten, maar wel vanuit het perspectief van het land waarin het gehouden is. We hebben net Blatter. Kijk, als je in andere werelddelen over Blatter praat, ja, daar is die, of die nou een half god is, dat weet ik niet. Maar die heeft voor die ontwikkelingslanden heel veel betekend. En ja, dat geldt natuurlijk in Rusland ook. Het is van de zotte, hè, dat er 50 miljard wordt uitgetrokken voor de organisatie van een evenement. Zij hebben een keuze gemaakt dat ze in 7 jaar tijd, want vanaf het moment van toewijzing tot en met de uitvoering zit altijd 7 jaar. Dan hebben ze daar een economische regio uit de grond gestapt voor 50 miljard, wat in Nederland nooit zou kunnen. Ja, ik heb er geen oordeel over of dat goed of niet goed is. Weet je, daar ga ik niet over. Maar dat is een keuze van zo'n land. En kennelijk wordt dat door die politieke systemen gedragen. En dat is voor ons geen reden om dan tot een boycott over te gaan. Kijk, wij hebben als sport gezegd, om nog even uit te leggen, wij zullen er nooit in voor oplopen. Als uiteindelijk een land of bijvoorbeeld Europa zou zeggen, we gaan boycotten, dan zullen we ons daaraan conformeren. Dat is een politiek besluit. Hè? Maar wij zullen wel meedoen met de discussies. Dat doen we ook. Hè? Ik zit regelmatig met de Boris Dietrichen van deze wereld om de tafel. Van met Eduard Nazarski om te kijken hoe wij sporters kunnen voorbereiden, et cetera. Dat is wat wij, denk ik, kunnen goed, doen. Bijvoorbeeld Qatar. Hè? Daar gaat al die stadions gebouwd worden. Dan kun je wel zeggen, ja, Nederland doet daar niet aan mee. Nederland doet daar wel aan mee. Ja, Nederland bouwt die stadions. Ja, dat zijn toch ook de BAM's en weet ik veel hoe ze allemaal heten. Ja, dus die zijn ook niet voor een boycott. Want die zeggen, ja, hallo. Geld. Nee, maar wij willen dus, hè, je zegt het terecht, maar dan zul je ook begrijpen dat wij nooit sporters dan zeg maar op de eerste rij zullen zetten. Onze atleten om dat voor elkaar te krijgen. Dat gaan we natuurlijk nooit doen. Nee. Nee, dan is voetbal dat ook gebeurt nog... Dat gebeurt ook goed. Maar je ziet dat het telkens een stap verder gaat. En uiteindelijk is de sport zelf waar het allemaal om ging. En de sporters die daar hun prestatie leveren, die komen uiteindelijk met de vingers tussen de deur. Is dat zo? En dat is waar mijn zorg wel zit. Ze krijgen toch die medailles en zo? Jawel, maar je krijgt dat het steeds meer een politiek statement wordt. Het wordt een verhaal wat over geld gaat. Als je kijkt in het voetbal, dan is het al zo. Dat is in de Olympische Spelen ook zo. Want je kunt gewoon uitrekenen wat een gouden medaille kost. Dat weet je, Gerard. Er zijn modellen op losgelaten. Een gouden medaille in Nederland is kost overigens veel minder dan in talloze andere landen. Wij doen het maar goedkoper. Wat kost een gouden medaille? Dit heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat? Met voetbal is dat ook zo. Als je 100 miljoen investeert in de sport, dan weet je van dat daar komt dan een score uit bij de eerstvolgende Olympische Spelen. Dan krijg je sowieso medaille. Die krijg je niet omdat je dat betaalt. Maar dat is het resultaat van die investering. Ja. Kijk, wij investeren 40 miljoen in topsport. Nou, je krijgt op 100 miljoen altijd zit een paar medailles in. Ja, natuurlijk. Dus je kan uitrekenen. Zijn we daarom altijd alleen maar aan het schaatsen? Nou, we zijn niet alleen aan het schaatsen. We hebben op dit moment een hele goede zevenkampster die in de atletiek de allergrootste sport ter wereld top is. Weet je. Dus er zijn altijd individuen die zich onttrekken aan dat soort wetmatigheden. Ja, maar ik zeg het ook wel, als je kijkt naar het huidige topsport. Klimaat, gaat het even over topsport. Hebben we vorig jaar het meest succesvolle topsportjaar ooit gehad. Maar er is wel over nagedacht. Dus dat is geen toeval. He, daar zit wel beleid onder. Er zit het focusbeleid onder. Daar zitten onze centra voor topsport en onderwijs. Ook één in Gelderland, op Papendal onder. Daar wordt snoei en snoeihard getraind. Ik nodig je uit, dan moet je maar eens komen kijken. Je weet niet wat daar gebeurt. He, dat is buitengewoon fascinerend. Mogen wij ook mee? Hella en ik? Nou, vooruit maar. Nee!
Maar misschien is het... Ja, tot slot, want ik moet afgaan. Want daar heb je op zich gelijk in. Maar daarom wordt hier nu een sportacademie opgericht... waarbij mensen de kans krijgen om die... kansen te benutten, die talenten die ze hebben, maar onder tijd ook te zorgen dat ze hun opleidingen goed afmaken, dat ze ook op de juiste manier daarna nog carrière kunnen maken. Ja. En dat aspect vind ik wel heel erg wezenlijk. Een sportacademie, om... waar wordt je opgericht dan? Dat doet ze samen met het Graafschapcollege. Het komt oorspronkelijk uit het hier. Graafschap voort. Komt hier, fantastische initiatieven. En zoals we dat ook met die Centra voor Topsport en Onderwijs hebben. De provincie werkt ook aan. Dat hoort echt bij elkaar voor jonge atleten. En het gaat natuurlijk ook over de sportweek. Eén ding wil ik niet onvermeld laten. We sluiten de sportweek overigens in Zwolle. Op het moment dat de viering van 200 jaar Koninkrijk wordt gevierd in Zwolle. Vind ik een heel mooi moment. Hè, want het is ook 200 jaar geleden dat we het recht hebben op vereniging. Op wat voor soort vereniging? Nou ja, daar kun je het dan over hebben. Hoe verenigen mensen elkaar? Hè, dus dat vind ik wel een hele mooie metafoor om ook die week daar nog eens even bij stil te staan. Ja, dat vind ik ook. Daar staan we bij stil in Zwolle. 200 jaar verenigingsrecht. Ik wil graag ongelooflijk graag onze zangeres Lucy en de pianist Reinert weer horen. De oase was het openluchtzwembad in Ulft. Zaki vranane salje kima voi, la si kanana ja jo vrinana noi. Slide.
noemde ze de hamster. En haar das zit wat strak. En één handschoen is ze kwijt. Snel op de fiets. Na de les zal ze eten. Eerst nog 1 minuut. Trappen in golvend water. Wijsvingers gerimpeld. Een rode nagellakrestje. Waar meteen aanpast aan de thema's die we hier aan tafel bespreken. Heel erg knap, dank jullie wel. U heeft zich altijd afgevraagd, wat zit die man daar achter dat tafeltje te doen? Nou, die zit echt niet bij te houden hoeveel punten we gescoord hebben. Hij schreef zijn column. Zo, recht uit het hart, hier is hij, Frans Michelbrink. Dankjewel. Was leuk. Met sport. Ja, leuk. Hoe vaker doen, sport. Beste Piementers, het is zondag 8 februari, het is Piemens en ook nog eens de aftrap van de Nationale Sportweek. Trainingskamp, kleintjes Papendal voor de deur, het stadion tot de nok toe, vol en Wauke trapt Piment af. En ik zie Wauke ook wel een beetje als onze nationale gymjuf. Welkom bij Piment, waar de Achterhoek zich opmaakt voor sport. Met onze minister van Sport en Blessures en de opening. Maar eerst even de zorg, want dat doet de minister er ook nog even bij. Op de stoep staat een mevrouw van 90 zonder huishoudelijke hulp en de minister gaat... Daar kan het leven van 90 heel plezierig door worden, laten we wel weten. En de minister gaat bij haar de stofzuiger door de keert halen en dat noemt de minister het systeem veranderen. Je doet wat je kunt doen als minister en daarom gooit de minister het systeem op de kop. Dus vrije artsenkeuze versus vrije ministerkeuze, Liesburg versus open hartoperatie, Doetinchem versus Arnhem. €375 eigen risico versus de premie en de diagnose binnen de vrije artsenkeuze kan zijn dat je last hebt van een slecht werkende zorgverzekeraar. Kort dan, hè? En dan met z'n allen naar het ziekenhuis die het beter doen en goed inkopen. Zoiets als blinde darmknaller of de darmleverdiscount.
En de minister noemt dat een keten. Maar ook voor de kwaliteit. En voor 25% meer overlevingskans moeten wij naar Arnhem en de rest fixen ze in het Slingeland. En de win-win zit hem toch in de smerige vaatdoekjes en het systeem. En dan het risico van het verevelingssysteem. En als je jong en gezond bent, kun je het schudden. Het geld gaat naar de chronisch zieken. En ik denk, zou de minister iets onder de leden hebben? Ja, iets wat wij nog niet weten. En de zorgverzekeraars verlagen het eigen risico. Dat is nieuws, daar moet je over twitteren. En dan lopen we ook nog verwarde mensen overal maar naar binnen. Bij de NOS en in Rotterdam, hele verwarde types. En als er aanwijsbare redenen zijn dat er iets aan de hand is, moet er actie komen. En ik denk, hoe? Je zou mij eens verward moeten zien rondlopen in de supermarkt met mijn boodschappenbriefje op de zaterdagmorgen. Maar het gesprek viel best mee, vond de minister. En de zaal denkt er zo het zijn ervan. En toen was er een filmpje. De opening, de Oude IJssel, peeskusbult, wielrennen, volleyballen, linedansen. Linedansen? Linedansen, de nationale Achterhoekse sport. 18 april 2015, de Nationale Sportweek opent in Doetinchem. Met sporters en de gedeputeerden. En de minister zegt, je gaat je lekkerder voelen als je verliest. En daar is de gedeputeerde het helemaal mee eens. Want de gedeputeerde is een sportieve man. Dat weet ik, want ik loop de Vierdaagse van Nijmegen. En de gedeputeerde is daar ook altijd. En dan loop je in Wijchen en dan staat de gedeputeerde te zwaaien in Wijchen. En loop je in Beuningen, staat hij te zwaaien in Beuningen. En dan zeg ik een kuik. En dan, overal is de gedeputeerde. Waar je ook bent. Of niet, Jan? Ja. Gelderlandspot. Met alle gemeenten, en dat kan alleen in de Achterhoek, met alle wethouders en Peter Drent en natuurlijk sporters. De directeur NOC-NSF zegt, de Achterhoek is uniek met samenwerken. En ik denk, dat moeten we vaker dan doen in de Achterhoek, samenwerken. En de bal wordt getekend door de gedeputeerden en de minister en de wethouders en de sporters denken, nou wij tekenen nog niet hoor. Goed, en de minister smijt de zaal in en op rij 3 krijgt mevrouw de natte, nee, en op rij 3 krijgt de mevrouw de nog net natte handtekening van Jan Marking vast op het voorhoofd te zitten. En Lucie zingt de nationale sporthymne. Achterhoekse vaders slapen op de zondagmiddag met de sportkleren van de zondagmorgen nog aan. Maar daar is onze held, Bert Wagendorp, geboren getogen Achterhoeken. Schrijver van Mont Ventoux, de Ventoux, het boek, maar zeker die berg. En dat is verfilmd in Steenderen. Want ja, Zutphen was te stom om voor de duivel te dansen. Maar ja, ik zeg altijd, Zutphen is nooit echt Achterhoek geweest, dat Zutphen. Maar dat zie je ook duidelijk in Zutphen. En Bert schrijft columns en doet tv. Maar ik denk, Bert is niet echt een geboren en getogen Achterhoeker. Een geboren en getogen Achterhoeker die zegt waar het op staat. Een geboren en getogen Achterhoeker die columns schrijft met een duidelijke politieke mening. Een geboren en getogen Achterhoeker schrijft columns en er staan twee woorden in. Ja, ja. Bert Wagendorp, vind toe, tranen schieten mijn ogen, want deze atleet hier fietst ook. Met een shirtje van T.I. Rally en een zeemleren broekje op de zondagmorgen stomp ik samen met Sylvester. Sylvester, wat ben je? Ja, mooi. Samen met Sylvester stompen wij Peeskesbult op. Ons doel, ooit, de Ventoux. En we gaan, Sylvester en ik, we trainen en trainen. En dankzij Bert Wagendorp gaan wij met onze shirtjes aan en de zeemleren broekjes op de fiets naar de bioscoop op 14 mei naar de film Ventoux. Dadelijk wil misschien meneer Wagendorp wel even met ons op de foto. En dan hoeven wij nooit meer naar de Ventoux. Die berg is als doel dichtbij genoeg dan. En dan nog even het Achterhoeks sportbeleid met die 8 gemeenten. En bij de openingsdag van de Nationale Sportweek gaan we de hele dag met de trein en we varen op de Oude IJssel. En de verenigingen zorgen voor de derde helft. En de zaal denkt, dadelijk gaan wij voor de derde helft. Want sport spreekt tot de verbeelding. En ik denk dat klopt. Want door Epke Soppel Zonderland ben ik ook weer gaan turnen.
Heel Doetinchem aan het beachvolleybal. Pieter van de Hogeband gaat de skeve huizen in Doetinchem begeleiden. En Wouke slaat haar honden 18 holes door 18 holes in. Nou ja, goed. Van de top naar de breedte en andersom. Het werkt alle kanten op. Aan tafel worden de horloges weggegeven. Er worden reisjes geregeld. Want je moet die wereld van binnenuit veranderen. Dat zei de minister al. En je kunt alles van blatten zeggen. Maar als ontwikkelingswerker slaat hij geen slecht figuur. Volgens het NOC-NSF dan, hè? En de Nationale Sportweek sluit weer af in Zwolle. De bedoeling was om dat in Zutphen te doen. Maar ja, Zutphen, hallo. Beste Pimentes, beste atleten van de Achterhoek, blijf trainen, blijf sporten, niet te fanatiek, want dat zei meneer Wagendorp al. De Achterhoekse Sportweek is geopend. En tot slot van deze piment gaan we nu met z'n allen boven naar de kantine van Geetje van Hals. Die staat daar klaar, in sportbroek, heel klein. Samen gaat hij dadelijk de eerste training geven, samen met onze Wouke. De eerste fitnesstraining voor alle bezoekers van Piment. En daarna de derde helft. Dames en heren, ik sluit af met een nog nooit zo'n toepasselijke uitdrukking. Eraan. Dankjewel, Frans. Beste vondst ooit van mij om jou als columnist aan te trekken. Heerlijk, dank je. Mag ik ook de gasten aan mijn tafel buitengewoon bedanken voor hun deelname in dit gesprek over sport. Hella, dikke grote klapzoenen. Dank je wel dat je weer wilde komen. Heerlijk. En ik moet natuurlijk ook bedanken, want Piment is absoluut niet mogelijk zonder het team wat totaal onbetaald en vrijwillig heel veel tijd erin stopt. Ik noem ze even op. Esther Ruse, Tessa de Jong, Els Bakker, Anneleen Doornenbos, Marcella Heerenveen, Boudewijn ten Boom, Peter Groeskamp, Peter Drent, Hans Hiep. En Piment kan... Ja. Ja. En Piment, niet gesubsidieerd, zoals ik zei het al, we werken allemaal vrijwillig. Maar we hebben wel sponsoren, anders zouden het allemaal niet kunnen. En ik noem ze even op. Arriva, Goma, Kaak, Rabobank, Berendhuisgroep, Oldhuis Takken. Dank jullie wel, sponsoren. Ja. En lieve mensen, we gaan zo allemaal aan de borrel, aan de Paul de Leeuw bitterballen en aan de gewone bitterballen. En jullie kennen het recept toch allemaal. En dan 8 maart zie ik jullie heel graag weer terug. En alsjeblieft, reserveer op tijd kaartjes. We hebben zoveel mensen weer gemaild, gebeld. Alles was uitverkocht. Dus reserveer op tijd kaartjes, want 8 maart hebben we hier Diederik Samson. Hoor ik nou, of hoor ik, oh... Ik zie jullie 8 maart weer. Dank dat jullie er waren. Dag.